Een heel goeie avond, dag beste voetballiefhebber. Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van 90 Minutes. Een bijzondere aflevering van uh, 90 Minutes, want we zijn uh, enkele uren na de bekerfinale tussen uh, Gent en uh, Anderlecht. Dus het is een beetje een bekerfinale special, maar er is genoeg gebeurd in het uh, buitenland om het ook over te hebben. Dus wij zitten hier met uh, volle goesting in de zetels. En wij zijn nog altijd Filip Joos, Steven de Voer en uh, Sam Kerkhoffs. Mannen, is Allee. er. Um maar, maar een vraag natuurlijk. Is er iemand in deze ruimte die ooit al eens twee bekerfinales verloren heeft op twee dagen tijd? Is er iemand? Op, op twee dagen tijd? Ja, op twee dagen tijd. Wat ja, bedoel dat als supporter? Is jou dat jouw ah. al overkomen? Ah, nee, state? ik heb er twee verloren, dat wow. ja, wel. Maar niet op twee dagen tijd? Filip, nee, op twee dagen tijd. Nee. ja, is dat jou al overkomen? Nee, nee natuurlijk niet. Nee. Ik heb één uh, met de jeugd tegen uh, Club Brugge, ja. Met penalties een oh. uh, beker van België verloren. Met Hamme? Met Hamme, ja. Met een geweldige lichting bij Hamme. Oké. Okay. Dat is één beetje. heeft final. pijn, echt waar. Ik kan... pijn. Dat is onnozel, maar dat je echt heel veel pijn. Toen. Maar ja, dat is ook de leeftijd waarop je... <laughs> maar ja, als speler. Ja. Sowieso. Ja, als speler. Ja, ja. Ah. Ja. En Sam, jij? Ja, uh, ja. <laughs> ik heb nog dat je het op Ajax en anderen uh, hebt, Dus uh, ja, ja Sam. Ja, ik heb geen intro uitgeschreven, dus ik dacht. Spare of the moment. Dus je pakt het net dan maar uit. <laughs> ja, je... ja, zo krijg je. Ja, nou, beste. karme <laughs> Ja, Sam, nee, dat wel een beetje. Ja, ja, dat Nou, Je neemt dat ook niet te persoonlijk, zo'n supporter bij je nu ook, ik weet niet. Uh, nee, en dus. Het dus is ons toch al twee, drie uur achter ons. <laughs> ja, de eerste, zeg eerste wel zeer teleurgesteld. Ja. Ja. Ik vind daar ook allereerst anders, zijnde dan. Of wat anders van. Je kunt weinig zeggen of zo. Hè. Ja. Je hebt er niet dichtbij gezeten of je, je waart niet beter. Ik vond het nu ook niet supergoed of zelfs niet goed, maar. maar, maar dat het kans, was de eerste half uur wel een niveau. Van eerste, allebei, hè? Ja, ja, het ging goed op en neer in uh, het eerste half uur uh. Een eerste kwartier, tweede helft was Gent goed. Gent was heel goed, kwam heel... Dat, dat blijf ik raar in een ander. We hebben het hier al vaak mm -hmm. over gehad, hè? Het was aan, aan, vandaag wel opvallend, weer. Aan een helft beginnen, dat is nu. Uh, en compagnie, want jij vroeg het hem ja. vooraf en ja hij zei ja een wedstrijd duurt langer en dat, ja. dat klopt ook maar het beginnen is zo belangrijk toch ook zeker in een finale je zet toch een soort eikpunt 100 mm. want ze zijn daar nooit door echt doorgekomen dat nee. wel op een vreemde manier op een gegeven moment het momentum een beetje kunnen verdraaien mm. in de verlenging dan vooral was het momentum wel aan ja. hand liggen maar ook zonder kansen of zo ik kan mij nu behalve de bal van verscharen in de eerste helft wat dan een halve kans is eigenlijk die volley geen, geen ja. kans herinneren de grootste kans was die deviatie daarvoor ja, ja die bedoel ja, die waren ah, uh, in, ah, ja, uh, in de kleine kleine ja, ja, die goede port. aanval ja. dat is echt een goede aanval ja dat was een grote kans was ja. het niet echt niet beter dieper in de wedstrijd omdat ze betere invallers hadden dan uh, A-Gent? ja bij Gent vielen ze één voor één uit ja. ik vond dat wel opvallend hè. dat was een B-ploeg ja als je eigenlijk ja, nou, met geleden, behalve de geweldige achterhoeden, hè ja, die, die stond. En de Saar. Dus ja. Dat, ja, die waren echt wel topper Maar da, dat bedoel, de laatste 25 minuten heeft Gent ook geen kans. Dan was het... ja. Ja, ja, nee, ja. oké. Okay. Maar dat was eigenlijk meer... Uit de kluts. Die kwam tot stand, ja. 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 De twee grootste kansen die in de eerste helft van de verlenging. Die dat daar kan koppen, hoe noemt hem? Ja. Heel alleen. Ja. Oh ja. Eh, Fortuna. Nourio Fortuna. Dat hij twee slagen heeft overgeslagen, gewoon. Dat moeten we altijd binnen. Ja, dus de twee grootste kansen waren wel voor Gens. En dan was dat Maïs, die weer mist. En ik vond dat echt wel guts hebben van die gast dat hij een penalty ging nemen. Man. En niet goed, hè? Nee, maar ook niet nee. dramatisch slecht. Laag hard over de grond, niet genoeg wel... in de hoek. Maar hij maar heeft niet gekeken. hij ja, heeft ja, niet ja, gekeken. Het was echt. Heeft het ook niet, ja, Morillo heeft alleen maar gekeken. Nee. Dat, dat hielp ook niet, hè? Nee nee nee. Dus moeten de techniek aan kunnen koppelen. Uh, slim Ait heeft ze gegokt. Maar oké, okay, dat was die was van de Saar iets beter, hè? Oh, oh, ja. oh. Hey, wat <laughs> ja. Wat was dat? Ja, <laughs> wat is Ik kon basen. dat bijna wow. niet geloven. Ja. Philip, je hebt wel uitgepakt, maar het was, het was terecht dat je dat niet hebt was... omdat je zei: ja. nu al de beste strafschop van. Ja, ja, gelijk. Ja, ja, ja. 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 ja, dat, dat, dat wist ik. Dat, ja. ik, had, ik had 120 <laughs> minuten zitten kijken naar een match waarvan ik wist: er gaat niemand beter op een bal trappen dan de Saar <laughs> nee. nu. Dat was echt niet normaal. Ja, voor als, als neutrale toeschouwer, ja. op tv dan ook nog, dat heb ik toch echt slechte match gezien. Ja. In het stadion en zeker als supporter van 1 of 2 twee uh, dat was wel spannend. Uh, spere, het komt zo spere, nog altijd uh, omdat 0-0 was. Maar ja, op van moment een daar, maar als... verdraag je dan misschien. Ah, wel. Ja. Ik zat na Sam een collega bij Sporza, en die zei van ja, de neutrale voetbal in is toch al lang afgehaakt. Maar ik dacht, ja, nee, want je wilt toch weten wie nee. er wint in zo'n finale. Nee. Je, je blijft toch kijken, ook al is het afzien ik vond hey, bijvoorbeeld gisteren ajax psv uh, die, die haalden ook niet hun allerbeste niveau hè? nee maar wel beter hè? beter wel veel beter dat zijn ook betere ja. ploegen ja ook wel. Oh. maar die haalden ook niet nee 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 dat was op uh, zich wel voor hun niveau was dat een slechte voilà, match. Was dat was ja. ook een matige wedstrijd met ja. wel meer momenten en goals en afgekeurd dus ja en dan ja. kunt gas ajax van echt wel nog iets zeggen ja He, maar andere kan nu niet geweest, zeggen, zoveel verschil? Ja, nee, ja. kan, maar doet het dan zeggen. extra pijn dat het dan toch op strafschoppen gebeurt? Want als je na een moeilijke wedstrijd plotseling die loterij, of mag ik het een loterij noemen? Ik, ik zei alleen de. Van strafschoppen de patre, krijgt. de valt voor de match uit. Vadis, <laughs> Castro Castromontes en Tissoudali vallen tijdens de match eigenlijk uit. Die, die hadden was, er waren een paar. Die, ja? Castromont is ook nog. Of die ligt al sinds lang gehad. neer en die ja. wint toch zo met het hinkel. Ja, ja, ja. ja, die, oh, ja die had kramp, maar, die, had maar, maar een, een, een seconde later ja. stond hij alweer. Maar die hadden ook zo een paar op hun knie. Zo, die, die zagen er... Bij, bij de rust van de verlenging liggen er ook zeven spelers van Gent op de grond. Geen ja. enkele van ander ligt. Dus je denkt echt wel... We zijn ja, fitter, dacht jij. Ja, nee. We zijn slecht als speler, maar een finale maakt eigenlijk niet uit. Dus we moeten nu gewoon doorduwen. Je krijgt zelfs geen kans om een goal te maken. Is dat in het stadion wel. Ja. Was het een leuke ervaring? Het was een, een leuke dag ook, dat van door en allee, Alles ah, was echt, goed ja. georganiseerd, okay. en alles was wel echt plezant. Uh, anticlimax climax wel, maar... Weet ja. je wat ik raar vond aan Muzo, die nam. Ja, ik ook. Dan denk ja, ik... Die... Allee, Francis, bedoel, je bent Maar niet... ik was wel aan het denken, met dat ik dacht, waarom hij, wie dan? En Gomez, ik hey, bedoel, volgens mij kon hij langs die muur. Hmm, hij lag wel, die was lag wel goed, echt hè? links, hè? Hij lag voor de rechtervoet. Ja, 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 misschien niet voor, ja dat is voorbij eigenlijk. Hè. Dat bestaat nog, maar dat is minder dan vroeger. Hè. Hij lag voor een rechtervoet. Of een... Rai was de allereerste. Hè. Rai bij PSG, in de, ik denk de finale van de Intercontinentale Cup, ben niet helemaal zeker. En die bal lag rechts en die ging niet naar rechts. En ik weet dat, ik zat te kijken. Dat van, hè? Want dat, dat gebeurde vroeger niet. Was van op rechts trapte een linksvoetige, ah. links trapte. En die raai nagelde die... Uh, niet over de muur, maar in, in, dan nog eens in de verste winkelak met rechts. Dus die curve. Onwaarschijnlijke vrijschop. Ik denk in Tokio, ja? En de keeper zat ernaast. Ja, die die zette ook een halve stap. <laughs> ja, omdat als het dan al is, toch gebeurde. Ja, was dat altijd zo'n een, een zacht balletje in de eerste hoek. <laughs> en die is echt een fenomenale vrijschop. Was die, die zotte bal van Roberto Carlos tegen ja. Frankrijk? Was ook een vrijtrap? Ja, ja, ja was een vrijtrap. Dat was, ja. Ja. was ook wel echt gestoord. En ook dat, aan was, de... dat was buitenkant links. Vanop waar je normaal binnenkant links trapt, hè? Ja, mm -hmm. eigenlijk wel. Maar het was ook om We de muur heen, hondelijk. zo. Ja, ja. was eerder vanop de rechterkant, en Het gaat zo, hop, inderdaad. In Daarna ja. heeft hij het nog 198 keer geprobeerd. <laughs> Nooit niet meer recht. Maar daar wil je toch Terecht. niet in de muur staan als hij schiet? Ook <laughs> nee. oh, uh. al niet zo liggen. Was maar echt niet? zo aan de rand van de Sistine, en die komt daar gelopen, dan wil je toch echt niet in die muur, nee. Heeft er iemand de muur van Realme Ja, ik wist verdien? dat je het ging ja, zei. Als we toch gaan, we zijn aan het hopen. De, slecht, de slechtste muur van het weekend komt van Militao. Ja. 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 En, en nadien begon die andere de schuld te geven. Hè? Die begon, en oh, oh, jij moet dit. Dus die staat in de muur. Ik heb het gezien in Rakitici. Ik ik ja. 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 Er lag ja. er één op de grond ook. Hè? Ja, ja, die ja. stond, die zat. Die zat ah. zo, uh, half op de knie. Maar die, 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 die muur die sprong open, kan Ja, hij sprong weg. Weg van de bal. Nee, eerder naar waar hij de bal verwachtte. Alsof nu ik ga hem blokken. Maar ja, en dat moet je in de muur niet doen. De ja. muur is wij gaan hem blokken. En wie hem blokt, maakt niet uit. Wat, wat als, als agent hetzelfde doet, zit hij misschien binnen he, van een moezo. Ja, zwaar. Bal was in de muur. Ja, ja hij he, was klopt. in de muur en vrij hoog. Was niet zo dramatisch getrapt. Was toevallig op Lemaitre, die dan nog eens <laughs> 1,98 is, oké. Okay. Die ja. dus goed stond, want die staat dan niet toevallig bij hem van Azebroek. Ja. Die heeft berekend, de meeste ballen komen als, als hij in de hoek moet zijn, staat hij op mijn tweede man. He, die, ja. ene, die ene is extra om er, om er niet rond te kunnen. Ja, dus eigenlijk, grootste, juist ja. in de hoek is mijn tweede man. Dat moet de grootste zijn. Die moet ook springen. Ja, ja. Dan raak je al bijna niet over. En de rest moet de keeper aangeraken. Ja. Dat is de, de wiskunde bij. Ja, dat is normaal. Normaal ja. moet een bal altijd over een tweede man. Wilt hij hem in de hoek leggen? Ja, wil je kans hm. hebben. Hè? Ja. Is dat wat jouw speler ook weet? Ja, als je kijk, het normaal is altijd de tweede man. Okay. Hoeveel vrije heb jij gescoord? Toch een paar. Ja, dat zijn kwaliteiten. Ik herinner me dat aan, ook aan de aan Manchester United. Oh, ah ja, natuurlijk. Och, verdomme. Nee, maar meestal heb ik nog he. veel. Uh... Ja. Aan de linkerkant, vooral. Aan ja. de kop, hè, meestal. En aan de kop, meestal, ja. ja, een paar vrije trappen. Ja. Ik ken ook je verjaardag trouwens, uh, Steven. Dank je, dank je. Daar denk waren je. ze weer met die vrije bij Bernie. <laughs> Daar waren ze weer al, inderdaad. Happy birthday, ja, ja absoluut. We hadden wel uw, uw, uw leeftijd mis, hè? Ja, het is is uh, happy. T, uh, ja. 33rd birthday, maar uh, Ja, het is 34. Het is 34, inderdaad. Ja, op de dag dat, maar dat zullen we misschien straks nog bespreken, dat uh, Sean Deutsch de laan werd uitgestuurd. Erg, hè? Dus misschien heeft het ene wel. Ik vond dat wel frappant eigenlijk. Deutsch buiten en meteen, oh Stevie, happy birthday. Ja, maar dat is, al, ja, maar ja. Maar dat is altijd op Twitter. Hè. Als er zijn uh, veel fans van Bernie, die. Uh, ze hebben mij nog graag daar blijkbaar. De fans was tussen. De fans, ja. Met een Duitse ja. buiten sturen Steven <laughs> ja. ja, maar het, allee, het is wel, uh, ze zijn overgenomen door een Amerikaanse. Uh, door een uh, investeringsgroep. Hè. Dus is die vorig voorken, jaar. Ik, ik denk dat ze die vorig jaar. hebben ze Burnley verkocht. <laughs> <laughs> en uh, en, en Burnley. het boterde niet geweldig goed tussen de trainer en de investeringsgroep. Nee ja en hij betaalt niet zelfs gelag. Burnley wordt dan overgenomen door een Amerikaanse investeringsgroep. Maar natuurlijk, dat is Burnley, tuurlijk. Dat ja, is een Premier League club. Maar, maar ja. hoe fout is dat toch allemaal? Alleen Milan zit dat nu ook is overgenomen. Ja, ja, ja. Amerikanen. De Amerikanen, ja, Burnley. Hè? Maar ja, daar kan nee. ik me nog iets bij voorstellen van vitrine en en alles valt hier mee en je kunt hier spelers dumpen. Bij Burnley, ja, het is dom van mij. Ik, ik kan ook fout zijn. Hè? Toen ik daar was, had de, de gaffer mij uitgelegd dat de, de oude voorzitter had Burnley gekocht toen is voor een 700.000 pond of zoiets. Oh, oh, oh. En heeft het verkocht voor denk, 80 miljoen of zo. Ik kan ja, dat de, valt nog mee, 80 miljoen. Ik begrijp ik de, de er, oude voorzitter. Wat bij deze? is nu normaal, licht 80 miljoen dat is wel weinig. Ik denk, uh, kan, kan er ook langs zitten, hè? Ik kan er ook lang ja. zitten, hè? Maar uh, dat zal ja. veel zijn. Met al wat toegang. Tot maar alle ik was vooral, ik uh, denk dat die bijna, die waren bijna in, in non-league voetbal, hè? Uh, ja. Door één wedstrijd te winnen, maar ja, ik denk dat die toen ja, 700.000 pond of zo. <laughs> Een voetbalploeg dat is uh, verhaal. Voelde je eigenlijk toen je daar was, wat is het, uh, twee maanden geleden of zo, dat? Uh, zei Duits er zelf iets van dat het moeilijk was? Dat het moeilijk zou kunnen worden? Uh, ja, maar als je verliest, voel je dat ook altijd wel. Hè. Wanneer is het de, de, de nederlaag te veel? Maar allee, ik vond wel niet dat, dat de fans daar of zo, om achter vroegen of zo. Want ja, hij is eigenlijk uh, legend. Tien jaar, hè? Tien jaar. Ja, ja negen en een half eigenlijk. Ja. Hè? En half. Op Norwich was dat niet de, de wedstrijd ja, die ja. hij niet ja. had mogen verliezen? Ja. Ja. Ja, maar dan hebben ween ze die eigenlijk veel. vrij laat nog gedaan. Hè? Ja. Want je richt uh, op, op, op donderdag, denk ik. Dat is, uh, ja, en er is geen vervanger, vrijdag. want het is Ben Mi nu die mee in de staf zit. Ja, het is, de is echt U. de staf van de UE23 ja. uh, die samen met Ben Mi, omdat hem uh, gekust is. Omdat Nederland zit? te veel is in zo'n geval, ja. moet in tweede zijn dan. Maar het is eigenlijk gewoon ja. paniek, want er zijn nog acht wedstrijden. En hmm. ik dat denk och. wel dat ze zullen degraderen, maar. En dan? Maar. dan? Er zijn andere manieren, denk ik om. Wat zeg je? Er, is een andere manier. Zeg, er zijn andere manieren om, om, om dat op te lossen, denk ik. Als er nu één land is waar het af en toe nog gebeurt dat iemand meedegradeert en weer. Ja, stijgt, voilà. is het Engeland wel, hè? En zeker Davies heeft het twee keer gedaan: hij is twee keer naar omhoog gegaan, gedegradeerd en teruggedrikt altijd. Back to back. Goed kijken naar Fulham. Die zijn er nog niet gepromoveerd, denk ik. Want vrijdagavond verloren op Derby, maar volgende week. Of van de week zelf, denk ik. Derby wel gedegradeerd, hè? Is het officieel? Ik las het net. Dat heb ik gemist. Ja. maar ongelooflijk hoeveel punten dat die nog hebben gehaald hmm. hè? ja inderdaad zeg even terug naar de bekerfinale je hebt thuis gekeken Steven ja ik moest van jullie hè ja maar je hebt toch gekeken oh. effectief hè ja ik heb Hij effectief gekeken je ja. hebt ja. moeten kijken waar we net ja zijn, maar ik kijk ja, als ik dan zo na een half uur de wedstrijd zeg zeg het zou niet slecht geweest zijn op terras maar <laughs> <ik ben> toch, <laughs> je hebt volgehouden ik heb volgehouden wel af en toe mijn ogen even gesloten omdat ik een zwaar weekend achter de rug heb maar hmm. Mm -hmm. een klopje een klop gekregen, ja. Een zwaar weekend, Steven. Ja. Laat je zomaar vallen, dat is gevaarlijk in een podcast natuurlijk. Ja. Wat is er allemaal gebeurd, vertel een keer. Ik heb mijn verjaardag gevierd. Ah, uh, vier dagen. En je zat, je zat nee. gisteren in knokken, hoorde ik. Ja. Uh, ja. En hoe was het daar? Ja, het was plezant. Het was, was blijkbaar een beetje gepetankt, gepetankt. Weer al mijn dingen, ja. of wat? Uh, hoe noemt het? Fritje. fretje van de bus. fretje van de bus, ja, Het zal wel zijn. Dus zelfs op vrije dagen zoek je toch nog de KVM Mechelen klik op. Ja, nee, omdat dat was eigenlijk een, een, halve, een halve verrassing. Dat zijn een paar vrienden oh, van oh. mij, mijn zus en zo was daarbij. Ah, oh, dat is wel leuk. Dus was het was leuk en dat ging knokken. Gooit Fred dan met petangballen als hij een slechte woord doet. Met de volle. Uh, 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 je moet wel. Doe wat hij zegt ja. Doe je dat niet, dan kan hij wel wat kwaad worden. Nee, maar dit, dit gaat daar echt competitief aan, uh, aan toe. Want er is nu ook een speler die 9 Champions League en WK's heeft gespeeld. Petank? WK ah, echt, ja, ja, echt. Sorry, ik moet ermee opletten. Ja, ja, nee, ik dacht hij dan deed mee, maar nee, nee. Okay, nee. Ja. en die is heel goed natuurlijk. Uh, ja, uh, ja, die balkjes, die is wel goed. Maar hoe kun je zeggen dat je een zwaar weekend gehad hebt en dan over betanken? Ja. Waar jij toch andere dingen dan gedaan? Ja. Okay. ja maar wat okay. was het? Club Isis zeker. Oh Easy. Nee, 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 nee. Ken dat niet. Iziz? Ken, ken jij dat, Filip? Bij, ga jij die club of niet? Club Isis. Ja. En dan nee. De knokken. Nee. Ken jij? Nee, frequenteer nee, knokken de, niet. De, de uh, knockout. knockout. Maar... O, je, ik, nee, we waren eigenlijk s'avonds iets gaan eten en we hadden nog iets gaan drinken en. Uh... Mensen van daar zeiden, ja, kom naar daar, we gaan daar iets drinken. Dus daar belandt eigenlijk. En een leuke club? Ja, top. top, Het ja. top. was plezant. Ik ken knokken niet zo goed, maar jij zegt uit principe dat ga je niet nee. naar knokken. Maar ja, met, met vrienden is het overal plezant. Hè, als je ergens belandt. Ja, Zeker als je geld hebt, dan is knokken superleuk. <laughs> <laughs> dat is toch waar? Ja, tuurlijk. Ja. Wat is er, Filip? Nee, nee, ik zag Sam zo, maar dat was nee, op de nee, je hebt hè. zoveel principes, Filip. Nee, ja. nee, ik ga niet naar knokken. Ik vind dat. ik, vind, nee, ik, heb, ik heb het niet voor knokken. Maar... Dat mag, hè? Knokken kan geweldig leven zonder mij, dus. Maar ik heb het niet voor knokken. <laughs> ik heb je... het niet voor, voor, voor. Is het dan de architectuur? Of... Nee, nee, wow, Architectuur. <laughs> Die duin ligt wat fout. Ja, nee. nee, gewoon. De sfeer: optrekkende dikke auto's, dat is niet mijn ding. Nee. nee. Dus Nog jij komt. Dans? Ook... <laughs> de laatste keer zei je hij, je hebt een zware voet, zegt hij tegen mij, terwijl hij me altijd voorbij rijdt op dat auto ja, Dat is dat elektrisch spullen, je kunt dat niet, je kunt dat niet, je niet vertrouwen. Die Tesla van Sam. Uh, Oké, okay, als we hier over elkaar zijn auto gaan beginnen. Filip <laughs> heeft geen... Uh... In een loserbak of zo, hè. Volkswagen, hè? Nee. Jawel, die nee, 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 nee. Ik? Ja, Was zijn we Ja, Die komt beker special. Ja, alleen. Ik heb een Ferrari uh. en ik. Oh, <laughs> 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 maar, maar ik rijd er niet mee in, knokken. <laughs> nee, nee. nee, nee. <laughs> Daar ben ik tegen. Nee, nee. Oké, okay, de bekerfinale, even ja. terug. Steven, dus ja, je vond het geen set, geen maar jij maar ik je vond het eerst half ik... uur wel aangenaam ja. om naar te kijken. Ik dacht, oké, okay, dit is wel, uh, wel leuk. Het ging op en neer en zo. Ja. Dat je het iets meer baas was. Ik schrok ervan, ik heb de interviews gedaan voor, voor de live-uitzending, dat, dat Sven Keums, uh, ook Alessio Castromontes, Sam Moise ook, hij van Azenbroek, die zeiden allemaal, ja, het was 50-50, het lag in balans, terwijl ik had het gevoel wel dat Gent de betere kansen had. En dat ze eigenlijk ja, de altijd betere op kansen, hadden, maar qua voor... spel denk ik dat ze allemaal dachten van oké, okay, het komt beide kanten, alleen ja. denk je dat zij... Maar ik denk als, ja, als, je, als, je, als je voetbal een keer zegt van ja, oké, okay, ze hebben kansen gehad, maar het spel, dat ging, je hebt altijd zo'n gevoel over een wedstrijd en dan zijn die kansen, ja, dat... Als die gemist worden, dan pakte dat niet echt super mee. Ja, okay. en door de spanning, de dreiging is er wel altijd. Hè. Het ja. is niet de ander licht niet over de helft kwam. Nee, nee zeker, niet. Niet. zeker niet. Maar nee, ik vond ook Gent wel net iets beter. En ik vond, zolang Ojija draaide, maar dat duurde niet lang, <laughs> maar dat was wel. Het echt, hij begon heel goed. Begon... Dat was eigenlijk dat eerste half wat jij bedoelde. Dat bedoel ik. Dan maakte Ojija die wedstrijd echt wel goed. Alleen ja, het bleef, bleef niet duur. En ja. dan kreeg je meer de, de, de jongens. Ja, met de hamer af. Ik, echt wel ik vond die drie van achter bij, bij A. Gent. die hebben het gewonnen, want die zijn eigenlijk. die verdedigen met de vingers in de neus. Goh, je zet mooi. Dat zijn echt goed. Over Okumo bijvoorbeeld. Die voetbalt met overschot. Ja. Dat is inderdaad zo. Ja, die... Alleen, bal aan de voeten zijn nog niet. Nee, maar ook, niet ook, super... wel, ook wel beter aan het worden. Goh, ja. en, die hebben ze, dat is een fantastische ja. transfer geweest. Hè. Als je nu kijkt, gewoon achterhoede, centrale verdedigers. Dus drie bij Gent, twee bij. Anderlicht. Die twee bij anderlicht kunnen nooit hoger op. Never. Die zitten echt aan hun limiet. Bij Gent, denk ik. Wow. Hey, we gaan toch niet zeggen. Hey, sorry, hè. we gaan toch niet mee in het Wesley Hoed-verhaal. Nee, ik weet, dat weet hij heeft komen. hier gezeten en Wouter van den Houten heeft hier gezeten. en vond hem, Wij moesten hem allemaal top vinden. Hoed moet, denk ik, schadevergoeding betalen aan de sintelbaan van het Heijselsstadion. <laughs> hey, Sam. Ik vind dat nu niet kloppen om nu. Hood hoeveel ballen eruit heeft hij buiten getrapt? Ik weet, ik... Maar ik vond, ik vond zowel Anderlecht als Gent was de verdediging baas over de aanval. Ik vond niet de Anderlecht-verdediging onderlag voor de Gent. Nee, maar aanval Gent voetbalde veel beter uit. Veel rustiger maar uit. Maar dat en Gadot heeft veel stopt meer persoonlijkheid. Het ook, ook wel ergens hun voetballen. Hè. Ja, maar, Die vind als je dan dat dat Gent de betere ploeg was... Spreken, nee, de betere kansen we, had, bedoel ik. Ja, want dan spreken we wel echt over 55%, 45%. We spreken niet over, ja, ja, over nee, 60, 40. Nee, maar wel duidelijk, ook niet 50, 50. Nee, maar, niet, maar, maar ik snap dus wel dat de Gent-spelers... Ja, ja. Want het momentum, en dat is een heel raar gegeven in voetbal, maar dat, Absoluut. Is wel, dat was bij momenten wel echt bij Anlecht. Maar Anlecht was niet in staat om er iets mee te doen. Ze hebben niks gedaan. Nee, maar zou je Torunariga willen veel beter. in je ploeg? Ja, ik neem die drie, alle drie. Ah, voilà. dat ja, ja, dat denk. wel. Dat bedoel ik. Ja. En sorry... En ik snap wat je bedoelt van het hogerop, maar ik vind gewoon... Moeten we na deze kijk, match goed eruit halen? Nee, nee maar eruit halen... Ja, nee, nee, ja, het was wel zeer opvallend hoeveel ballen... Want wat kan goed geweldig, is die crosspaas trappen. Mm, dat wist natuurlijk te veel. Wat wist Van Hazenbroek? Ik laat hem die crosspaas niet trappen, laat hem maar rechtdoor trappen. En een bal rechtdoor, zwaai de af buiten. Dat hmm. is veel te veel in paniek. En dat komt natuurlijk ook... Sorry... Kullen en uh, Olson Te weinig persoonlijkheid voor dat soort wedstrijden. Te weinig voetballend vermogen. Het is jammer dat Ashimeroes erop uitviel. Ja, hoewel ah, daar had ik echt medelijden mee man. Hoewel ik kan ja. nou wel echt, echt goed invallen. Ik vond dat ook. Ik vond ja, zeer, goed. zeer goed. En zijn strafschop. Oh, ik hield mijn heel. hart vast. Want nee, nee, kon ik, ook, ik dacht dat ze het oh, zo erg ja. gevonden ja. hebben. Hey, maar, en, maar, hey, maar hoe breed is hij? Dan, vast, ja, ja, dat wou ik net zeggen. Wat een spieren heeft hij erbij. gekregen. Die was drie jaar geleden. Ja, maar ook hammen, hespen. Niet normaal. Dat speelde echt heel goed. Moet je veel nu toch echt durven laten staan dan? Ja, en daar denk meer zetten. En daar ja. denk ik. Maar ja, daardoor komt je aanvallend wel minder. Hè. Het is wel echt een verdedigende gevelder. Ja, ja. Hè. Kullen Cullen, uh, 76ste match, één assist. <laughs> je hebt het verteld ja Ja, ja, ja maar, maar okay. toch onderschat in, nee, in het systeem? Nee, in, 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 dat wel. Maar aanvallend, dat moet je er ook niet over praten. Hè. Nee, zwaar. Er, er komt heel veel op de schouders van Refail of Verscharen. Ik vond Verscharen niet slecht. Mooi, dat ik. In de eerste helft. de tweede helft heeft hij heel ja, meegemaakt. geraakt. Met wel last, hè, blijkbaar. Ja, 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 hij heeft verzorging zorgen die... gekregen tijdens de dus. nee. rust. En, en Refailov, ja, die zijn tank raakt leeg. Hè. Ja, maar waarom wordt hij er niet sneller afgehaald? Ja, ik ik had achteraf gezien, gaan. maar ja, goed, dat is altijd achteraf en dat is gemakkelijk praten. Heb ik toch bij momenten gedacht: nu hadden we Zirikse precies toch nog even kunnen gebruiken. Ja, want die die gingen er snel af, hè? Oh. Heel Met snel. In het je dat er niemand leek te scoren, dat verlengingen wel altijd. Dus minuut 57. Ja, minder dan 60 minuten deze 57. keer. 57, dat was wel. En de, te, het waren er meteen drie, hè? Ja, klopt. Maar ja, dat snap ik wel. Ik ben normaal niet voorstander van drie want je gooit je systeem helemaal om, hmm. zeg maar. Maar het liep wel echt niet. Nee, nee. Dus het maakt niet uit dan, dat je het dan even omgooit. Ja, het dus... was een reactie op wat hij had. En dan moest het begonnen goed? Eerste vijf minuten had hij wat en dan viel hij ook weer. Raman die ook niet gooien of zo. Ik vond Raman ook niet goed. Hij oh, nee. ja, dus... daar beginnen juichen als hij een bal. Nee, goed, Benito please. Wat, wat zeg je? penalty. Ja, hij deed dan een tackle. Nee, nee bij ah, een penalty ah. zou ik ah. ook juichen. <laughs> maar dan, dan één een tackle om, om, om uitverdeling van Gent en dan doen alsof je. Oh, dat heb ik niet Oeh. gezien. Rustig, doe dat bij een goede baltoets. Maar niet bij, niet bij iets af te breken als spits. Ja, zo, hij wil wel, hè? Uh, maar... Dat is de adrenaline van de voetbal. Ja, zo ook van deze Benito Raman. Die, doet dat, die, die mm. haalt ja, er die toch is... ook echt zijn energie uit. Dus ja. Ik vind dat nu niet ja, gek. Maar, ja, wel, dat vond maar, ik maar ook zo vandaag... dat momentum waar Sam dan over Als je dat dan ik zeg maar, in een verdedigende of aanvallende actie of je krijgt ineens met corner dat je dat publiek weer al opzweept. Ja. Ik kom er weer in dat momentum. Maar dat vond ik bij of Raman vandaag. Hij haalt er zijn energie uit. Dat viel mij tegen vandaag. De energie meestal, wel. meestal slaagt hij daarin om een schok in een wedstrijd te brengen. Vandaag nauwelijks. Maar energie wel. Ja. Wat er met de energie deed, misschien niet. Maar ja, energie is had de combinatie. Wel, eh. ja. ja, maar dat brengt Want, ons bij een interessant thema. Want na de wedstrijd, ik weet niet of jij het nog gehoord hebt, Sven Kums zei plotseling: ja, we hadden wel moeite met de hitte. Dus oh, blijkbaar het, ja. was het enorm warm op het veld. Ja, ik had die indruk. Eerste, ik kan wel dat dat de eerste hitte is. De eerste hitte is altijd ja. hit, ja. okay. De eerste hitte, dat is je niet gewoon. De is toch veranderd ook, de eerste hitte. Ja, ja. ja, ja je, maar, hebt, ook, dat je hebt mensen die je daar beter ah, tegen kunnen dan anderen. Maar ik kan bijvoorbeeld in de voorbereiding niet tegen de warmte. Maar ja, dat is iets anders. Dat is een zomerse, echte warmte. Ja, ja, maar, alleen, maar warmte, dat die was met niet. die eerste hitte. Ja, je hebt spelers die daar veel beter tegen kunnen dan anderen. En is dat ook op de heizel of zo? Omdat je daar toch in een... Nee, niet speciaal. Maar het mij. veld was een drama Ja, dat ja klopt. Je klopt. zag bij elke terugspeelbal naar een keeper, elke bal die niet hard was, dan zag je Strimmen. die bal oh, Dan denk ik. Je ziet dat al aan de kleur. Dat is, dat is mos precies, Ay, het is geen mos, dat weet ik hè, maar die, er zijn kleurverschillen. Ja, verschillende tinten groen zo. Ja? Vijftig ja. tinten groen. we hebben <laughs> een titel. We <laughs> ja, ja, Nee, dat was kunnen nee. nog beter. Ja, ja we kunnen veel beter. Ik vond dat echt niet, dat, dat is raar ja. Ja, mm -hmm. Inderdaad, je hebt dan. Dat moet nu toch het makkelijkste zijn om, om te evenaren met, met Engeland. Ja, met maar gras. ja, maar wie wil dat dan betalen? Ja, dat is dat, Ja. Nee, hey, maar ik kan nu ook zeggen dat supporter, ik snap wel dat wij geen EK of WK krijgen. Ze. <laughs> We staan daar 40 minuten aan die steenweg aan te schuiven voor zo door drie van die barellekes te gaan. Met duizend, duizendvijfhonderd man. Hmm. Zoals, hey, iedereen moet daar amateurs te scanderen. Ja, perfect. <laughs> waarom dat wij geen EK of WK krijgen. Hmm. Die EK's en WK's heb ik dan ook al als supporter gedaan. het op een kwartier zit, zit je op je zitje. En dan ga je ondertussen maar, een pint gaan kopen. En... Oké, okay, maar dan moet je wel meteen bij zeggen als wij een EK zouden organiseren, ben je ook in de Huyzel op een kwartier op je zitje. Want de UEFA neemt dat in handen. Ja, ja. Dus, uh... ja oké, okay, de infrastructuur. Ja, maar parkinggewijs en zo, dat is toch mijn grootste ja toch, ja. Toch, ja, toch lukt dat. Ja, bedoel, Wembley is niet beter hè, qua en zo was wel, allee, Ik ben natuurlijk niet in het Gent van Erop geweest. Hm. Maar dat was wel echt goed gedaan. Ik ja. kon ook snel tot aan die poort gaan. Maar er was, dan er dan een, was een beeld... Uh, ik denk vijf minuten voor de finale was er een beeld, ik denk aan de Gent-zijde van het stadion, aan de overkant van waar de Kamer. staan. 12 of zo. Ja, waar, waar nog, maar ik denk echt 2, 3000 mensen buiten stonden. En ja, ik dan, dacht, is dan, dat al live? Als die door die poortjes moeten, dan hebben die echt twintig, dan hebben die het goede half uur van, van de Gent geweest. Ja, ja, <laughs> dat was echt heel bizar, dat viel mij echt op. Van, hè? Ja. Maar ik, ik was niet zeker, want ja, dat was een luchtbeeld ja. en dat is, dat is ingewikkeld. Ja, dat kan ook wel echt opgenomen zijn. Ja, maar nee, dan nee, is het nee, wel nee. raar. Maar Mathieu Terijn, die, die we geïnterviewd hadden voor de wedstrijd, als zo bekende supporter, die zei ook van, het valt mij wat tegen van Gent supporters, wie dat er voorlopig al zijn. Mm. Maar goed, er moesten inderdaad nog denk ik, drie, duizend man binnenkomen. Ja, want... Maar je zag het grote verschil. Anderlecht zat al helemaal vol. Die van Gent waren nog een pintje aan het denk ik. Dat was ongeveer een kwartier vond van de wedstrijd. Wel... Allee, ik zat dan de andere, dus ik zag boven mij natuurlijk niet. Het zat wel goed vol, zeg. Ja, ja. Dat is wel het leuke aan... Ja, uiteindelijk ]en. wel. Hè. Uiteindelijk zat ja. alles vol. Hè, ja, en Leuk, hè. Ook, ja. allee, het was goed sfeer, vond ik. Ja, langs ja. beide kanten. En uh, dat is ja. wel het leuke aan, aan, aan een finale met twee topmatchen. Die tickets zijn wel Toploge. echt door fans... Toploge. Door, door, door Toploge, sorry. Ja. Het zijn echt wel door fans ja, ja, ja. ingenomen. Dat is niet familie... Nee, nee, nee. die er ook, Ik pak nog uh, mijn neef mee, die eigenlijk... Er niks te nee, dat was echt wel fans aan twee kanten. dus dat was wel, ik vond dat wel tof. ja, want de vraag, er, zijn, er waren 45.000 mensen. uiteindelijk was de vraag dubbel zoveel. dus we konden gemakkelijk twee koningbouwde winstagen. ja, maar dat is altijd hè, met de toploegen die die bekerfinale speelt. ja, speel. Of voor nu standaard brugge licht. standaard een topploeg, ja. ze zijn eruit, hè? <laughs> ja, ze zijn uit de G5. Ja, ja, ja. het is nu Antwerpen dat zot, erbij. He? is. Ja, zot, hè. ja, waarom bestaat er geen G6 eigenlijk? snap ik niet waarom hebben ze nou, die eigenlijk? Ja, dat weet ik niet, maar, allee. het zegt maar, toch veel over de de vorm van de standaard de laatste jaren. Uh -huh. ja, maar het is op vijf jaar hè? Ja, het is op ja. vijf jaar hè, maar dan, hoeveel ze nou ja, er naar beneden? Antwoord, zijn, ja. Antwerpen is er nu, nu 2017, hè? sinds ze in eerste klasse zijn, uh -huh. telt terug mee en eigenlijk vanaf... Altijd top 6. Ja altijd, uh -huh. is dat wel is dit het vijfde jaar van Antwerpen in eerste klas, al? Of het vierde, maar het zal het Nee, 17, 18, 19, 20, 21, ja, vijf jaar. Ja. Okay. Als, nee, dan, dan zelfs zes. Als je 22 moet je meetellen. Ja, ja, maar nee, dat 17-18. Snapte Dus 17-18? 18-19, 19-20, 20-21. 21-22. Ja, ik herinner me nog, die wedstrijd van Antwerpen, dat was uh, tegen Anderleg, no, denk no, ik. No, Onder Weiler. Uh, ja. ja. Eind juli, hè, ja, ik weet het nog. Ja, goede match. Was een goede match? Ja. Ant ant Antwerpen had meteen een statement. Die, die waren meteen, ja. ja mm. Oké, okay. we zijn aan nu gewend van Union ook, maar toen was dat wel nog enigszins verrassend. En dat ik weet dat ook niet gedaan. Dat was het tegen in ligt? licht? Ja, ja. Toen Lukaku nog speelde ja. ook. Ja, ja, dat was en Die won. Ook. allemaal maar jij bent toen in. Philippe, gij toen in Hotel M geweest of zo, of, of <laughs> Jij moest toen. Ja, ik weet dat. Ik weet dat nog. Betrapt. Na de match. Nee, Door nee, nee. Canvas. Dus ik denk een week voor de start van de competitie bij Marcel van Tilt denk ik. Hè? Dat is Hotel M, toch? Of hoe heet ah, Of Villa van Tilt. ja, ja, ja. Kan? In, nog... in, de, in 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 West-Vlaanderen. Ja, ik herinner mij dat. Zeg jij ooit thuis eigenlijk? Ochtends, dus tussen zeven en <laughs> belangrijke uren. <laughs> nee, nee ik, ben, ik, ik, ik doe niks <laughs> anders dan mijn werk en ik doe niks van, om, om zoveel mogelijk thuis te zijn. Ja, maar uh, nee, waar waren we daar net over bezig? Want ik, ik moest de bekerfinaal? vijf, nee, ja, nee. Antwerp. Ja, Antwerp, dat, dat, dat vond ik wel grappig. Dus na 13 jaar vagevuur, tweede klasse, waren de supporters van Antwerpen opgestapt van de stadswaag naar de Bosel. Dat is even stappen, hè? Dat, is, dat is een eindje. Hè? Nee. En allemaal in zwart, zo van die kap, en een gigantische spandoek. We don't come in peace. <laughs> dat was echt, ik weet dat je er zo in moest lachen. Oké, okay, boys, ja, een goed statement. Allee, ja, ja. ja. bedoel, dat paste ja. er ook wel ergens bij. En het is niet dat, er dan, allee, dat ze meer zot hebben gedaan dan andere teams, sindsdien of toch nee. niet veel. Maar dat, maar dat, dat was... Die in de T2, dat zou links, als je van de eerste keer kijkt, dus yeah. die zijn altijd in het zwart. Ja, ja, ja. En die hebben ja, ja, ja. ook zo'n fuck-justitie-spandoeken ja, ja, ja. en fuck justitie Die zijn, ook. Ja, die, ja, die, zaten, die zaten in het begin ook zo, soms een kwartier onder een, onder een vlag. Ja. Wat gebeurt er allemaal onder die vlag? Ja. Maar Oké, okay, die zaten daaronder, een match bezig en ja. veel drugs, denk ik. Kan dat kennen de balstadions kennen. Maar je kunt daar toch doorzien, denk ik. Door nee, wat... nee, nee niet altijd. Nee? Ja, nee, Oké, okay. dan denk ik wel dat er veel mensen veel voetbal missen. Nee, nee. Oh, maar met met die, die dat heb ik nooit begrepen. Er daar... zijn ja, ja, niet, nee, nee. niet puntjes in zo? Nee, nee, nee. Is een, uh... met die vlaggen. Nee, nee, ik weet nog, grond, uh... het ik irritant. had bepaalde vrienden toen met, de, met het befaamde spandoek oei, van oei. mezelf. Ja, <laughs> Oh, jij had dat gefinancierd. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, nee, maar uh, dat daar, ja, we, zeggen, ja, we hebben gezegd: ja, de rechts, zo tien minuten kunnen wij niks zien. Hè. En sommigen maken dan een gat en dan is er ineens een kopje eruit. Hè. En, <laughs> ja, Maar we wisten niet ja, wat er gaande was. Dus we weten niet altijd wat voor spandoek dat is dus er zaten mannen onder dat spandoek die bevriend waren ja dat bij ik, u. ja ja maar ik heb, ik heb daar zo. nog wel wat vrienden zo. ja, ja oké okay, maar dus die, die, die... ja oké okay, dat vind ik wel opvallend <laughs> en vriendinnen ook ja. ik zou nooit onder zo'n spandoek gaan zitten steven maar jij hebt geen ja, maar keuze, hè? Dat, was, dat, was, dat was dat was drie uh... ja. geen keuze hè als je nee, ja, nee maar fact... je weet wel dat je onder iets zit dat toch ja maar, ja, maar, ja, maar wat ik doe weet je dan dat dat tien minuten blijft staan of zo hè? Normaal, nee, man. Ja. maar hey, dat was wel toch een heel hevig spanning. Ik dacht dat er ondertussen <laughs> zo was, zo'n lijnbus. Er zitten ook zo die stickers yeah. van, van binnen, kun je perfect naar buiten kijken. Ik dacht dat het ondertussen wel aangevast was <laughs> naar zoiets. Maar... <laughs> ja, ik snap je Ja, inderdaad. Ja. Daar, daar, daar hangt de reclame helemaal ja, ja. over als je naar de bus kijkt, maar uit de bus. Ja. Ja. Heb je dat ooit gezien? Dat is niet iets helemaal anders, maar heb je dat ooit... We zijn al helemaal anders. Ja, het, is, het, is zo een... het voelt als een late night, omdat ja. we ook allebei gewerkt hebben bij Philippe We zijn dankjewel. echt moe. Um, heb je dat ooit gezien? Je kent dat is zo van dat glas. Als je naar buiten kijkt, zie je alles. Maar als je van buiten naar binnen kijkt, zie je niks. Ze hebben ooit zo'n keer in een stad, ik weet niet meer waar, zo'n toilet in het midden van een uh, het plein gezet. En dus, ja, het is geen zot verhaal ik natuurlijk, dat maar. Gezien. Dat is wel echt. Ik wou er wel graag een keer op gegaan zijn. Dus je zit echt op het toilet. Je zit gewoon te Je zit gewoon kakken te ziet. doen. En dan zie je gans dat plein rond je. En dan zie je ook zo mensen. Kijken, van, oh, zit er hier iemand terwijl jij op, de, op het toilet zit? Ik vind dat wel goed gevonden. Maar dat geheel terzijde. Ja, de bekerfinale. Weet <laughs> je nee, de beker? We kunnen er nog over zeggen. Over de beker. Nee, oké. Okay, oh, het is moet, waard. Uh, Roef, hè? Roef. Ah, Davy Roef. Hoe kan we het nog niet over Davy Roef hebben gehad? Hm? Ja, Tom van den Bulken, onze 19 Minutes collega. Toch? Ja. Toen Profit Ja, proficiat dat Tom, wel ja. Uitgedaagd op Twitter. zoals ja. een boomerang teruggekomen. Dus bij deze proficiat Tom. <laughs> Ja, maar hij had, het, hij, had het, hij, had het, hij had het eigenlijk wel een beetje gejanked ja. voor zichzelf. Ja, maar dacht uiteindelijk hem. niet. Nee. nee. Wat hij precies gezegd? Pak ik de beker al mee? Of ja. zoiets. En dan een foto van de beker. Ja, wat jij gezegd? Ja, dat moet je morgen teruggeven. Ah. Dat is misschien wel hand. Uh, ja. Goeie, goeie respons. Maar kijk. Onderleg voilà. heeft... Het uh, Proficiat Tom. Ja. Recht. Als Van Asbroek dat weet, dat hij stuurt, pak ik de beker al mee. Die, die is toch boos. Dat zijn toch de dingen die hij net niet wil, denk ik. Ja, hij wat. twee is chillig. Ja. Hij twee is, ja, is, is chillig. Is, uh... is Yin Yang, die is op zijn gemak. Die is... maar toch? Yin Yang is een groot woord, denk ik. maar ik snap ja. wat je bedoelt. Ja. Hij twee is, twee is toch anders? Hijn hij is ook loves, loves Anderlecht ook, ja? Loves Anderlecht. Ik had gisteren streepjes gezet om nu eens te kunnen, om dan zo één ding te kunnen zeggen. Dus 62 wedstrijden coach bij Anderlicht. 26 zegens, 25 nederlagen. Man. Die mensen zegt wel op het volledig verkeerde moment. Ja, maar dat was ook een slechte poek, Gekomen, hè? Ja, natuurlijk. Ik heb nee. gezien hey, toen het, Europees. Dat het niet ja, dat de fout dat van dat. hen is, dat uh, lijkt mij duidelijk. Hm. Maar ho. Of toch niet dat hij een slechte coach is. Nee, ja. Nee, koeken koeken in, in, in nog megalomane gedachten dat het allemaal ging lukken. Met de vroeg ook, ja. als sportief manager. Oh. Boeba Sane en Ma Milic... Makarenko je die allemaal. Musoda. Makarenko. Dat was geen, ja, die dat kon was geen slechte dat voetballer. Dat is geen slechte nee. voetballer, man. Makarenko. Die kon shotten. Mm -hmm. Hmm. <laughs> geen ander niveau. Nee, ja, nee. Ja, nee mag je zeggen. Ik niet. denk dat het ook wel. Ik ga wel uit, uh, want ik had me voorgenomen: als ze wonnen, doe ik mijn, hou ik mijn training aan. Als ze verliezen ook. Maar ik ga hem nu wel uit, want het is echt te warm. <laughs> doe maar dus eens ik heb hem ook warm. Davy Roef, Ja. Super blij voor Davy Roef, Absoluut. Ken jij hem? Heb je ooit Ja, he? ik heb hem gespeeld, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. De twee jaar dat ik in Anderlecht was. En ja. uh, ja, toen heeft hij zelfs die. Was dat de wedstrijd in Galatasaray? Dat, in, ja, 1-1. Uh, Jilmas, uh. minuut 91. Ja. Anders uh, winnen winne, winne, winne winne wij. Dan. En praat. Denis gratis ja. scoorde op voor no, de assist van. Uh, Mogen mm. we zeggen, Sam? Uh, Massimo Bruno? Nee, Steven de Voer. Maar assist is wel veel gezegd, daar. wel <laughs> Dat is ja, tristig, dat dat was gewoon een paske of fout. Ja, Denis maakt toch nog een hele actie nog? Ja, hij komt naar binnen. Hij ja. schiet van ver, maar hij komt naar binnen en hij schiet van ver. staat er staat trouwens dertiende ja. in Turkije. Ik heb het ook gezien. Nee. paar zei Eigen... aan hij een shotte. Dertiende, man. Okay. Nee, maar David, je zag wel dat hij een goede keeper was. Een kei, goede gast toch? en de, Echt een ik denk in, mijn, uh, in het jaar in de zomer dat ik wegging is uh, Silvio naar Oostende gegaan ja. en uh, hey, Davy iedereen zei dus, hey, Herman had gezegd van uh, Davy wordt uh, nummer één maar Wilder zegt uh, in de voorbereiding omdat Davy uh, vrij introvert is dus qua coaching hm. minder is ja en dan had boeken tegenover uh, die alles bijeenroept, die zegt waar iedereen moet staan. En uh, op een bepaald moment heeft Weiler voor, uh, hm. voor Boeks gekozen. Hè? Dat is dat ook het... een nieuwe trainer. Hè? Stel dat je dan iemand hebt die de Belgische competitie al een tijd kent, die gelooft niet meer in Boeks. Ten onrechte. Ja. Ja, Boek heeft vooroordelen het vooroordelen Ja, maar dat zijn ja. vooroordelen. Oké, okay, maar dat speelt mee. Die kun je niet uitschakelen. Nee. Want en nu, Boeks... kwam, nu halen ze daar Weiler en die kijkt inderdaad op training En die zegt: Ja, maar ik wil wel een keeper die, die ja, meer nou, uitstraalt. Het is of wat meer... dat je wilt natuurlijk ja, ja, voilà. als trainer. Hè. Maar die match op Saint-Etienne ook, hè, waar hij uh, in de slotfase zo die hoge bal niet echt goed beoordeelt. En dat ja, heeft hem klopt. echt doodgegaan. Maar ik herinner me ook in, in, in het seizoen een beetje verder. Ik denk: was het in de play-offs? Moest hij Silvio Proto, die geschorst of gekwetst was, thuis tekenen Brugge? Die speelt daar een wereldwedstrijd. Ja, echt ja. een wereldreden. Dat dan niet zijn debuut zelfs. Maar Man, hij is gedebuteerd op Mechelen. Maar het is 2-2-1 of 3-0 of 1-0. Wat ik me nu herinner, um, oh, volgens mij heeft Boeks, is Boeks niet aan het seizoen begonnen als nummer 1. Nee, nee, hè? nee. nee, nee. Boeks, nee, nee, het nee is op zotte op zo waargem denk ik. Nou, dat en ze halen 30-30 ja. op 30 of zo met hem. Ja, ja. Zo is dat eigenlijk. Hij is zo'n beetje de hoe dat hij de geluksbrenger geweest? de verpersoonlijking van ja met de, met, de, met de, door... Door... Die hij als, uh, Theo die alles Theo Dorchik in... weten waar dat hij nu speelt? Nee, die speelt jij wel? in de... ja ik weet ja, ja dat is, dat is <laughs> ah nee, dat is, ik weet het ook het niet zal, ja voila dat zal zeer onschuldig zijn weten <laughs> we ah, ja, dat niet ook. ook. Ja, <laughs> hebben wij hier internet <laughs> nee maar ja, de naam van Filip de Philippe, jij, gaat, jij gaat de ploeg Ik weet het echt niet ja maar ik weet ah, het wel ah, ik ah, weet ik het, in het wel ja ik kan nu zeggen Serie B bij de ploeg van Jordan Lukaku. Ik was onlangs Jordan Lukaku aan het opzoeken. Staat zat hij nog van boven. Ik ken de naam van de ploeg niet, maar hij zit op de bank in de Serie B. En hij heeft echt, ik denk, sinds zijn vertrek. Dus uit, in Anderrecht is hij het seizoen na de titel vertrokken. Daar heeft hij nog 15 doelpunten gemaakt. Dat weet ik uit het hoofd, omdat ik dat echt vandaag of gisteren nog heb gezien. Sindsdien heeft hij nog twee goals gemaakt, denk ik. De, uh, maar hij heeft de, ook de, niet gedaan. Ja, ja. Hij ja. is niks, niks de lelijkste spits uit de geschiedenis van Anderlecht. Ook. Maar goed, John van Loon was eleganter. Ja, ja. Goede gast. Ik ben ook een goeie gast, ik sta ook niet bij Maar je kunt ook weer shotten <laughs> hè. Ja nee, daarom, ja, hij ook. kon wel goal maken hè. Ja, ja. ik kon wel goal maken. Ik kon wel ja, man, man. Ook dus een gemene Dat ge bij Okaka ook hé. Ja. Okaka Kaka kon wel meer. Ja, Okaka kon meer. Ok, maar over Dave Roef, ik heb daarvan gehoord dat hij echt zot grote handen heeft. Ja, die heeft grote handen. Echt zo. En in die jeugd had hij dat blijkbaar ook al. Maar oh, ik okay. vond wel, als je zo de penalty zag ja als kort 12 zo daar zo staat dan kijkt hij naar die goal volgens mij en denkt oei waar ga ik weer shoppen ja maar hij heeft een veel beter percentage ja maar, maar dat kan goed zijn maar 32, 32 bij hem dat wel zo oké okay, in het zijkantje maar dat was dus niet mm. maar dat lijkt wel maar dus één op drie penalties in zijn carrière pakte hè dat is echt zot dat is veel hè je je van, van Krombrugge zit dan weinig zit dan 13 zegt ja. weinig ja. Terwijl ik, ik heb hetzelfde gevoel wat ik bij Roef heb, heb ik bij Van Kronbruggen. Daar wil ik 50 jaar mee, mee in mijn doel spelen. Als mens, als keeper ook. Hey, die, die bal, oh. ik denk niet dat hij binnen zat. De tweede. Die kopbal van een gadeu. Ja. Naar de tweede paal. Ik denk dat hij. Het begin van de wedstrijd. In, maar dat was fenomenaal ja. gered. Dat was ja. zo mooi. Ja. Want hij zat er nog aan terwijl hij misschien zelfs niet eens binnen zat terwijl hij naar links aan het lopen was. Ja, ja. Dat is straffer dan wanneer je hem er wel uithaalt. Dat was echt was dat bij, bij die zo in een ingedraaide korte ook ja. na nou, vijf minuten? Ja. Ja. Ik vind het leuk dat je zegt als mens ook, want dat is oh. ook een, een topgast. Ja. ja, absoluut. Ik heb die ook graag in interviews. Um, Vicenza Virtus, ken je die ploeg? Ah, Vicenza is uh, Vicenza, uh, dat is ex -Lane Rossi. En dat was de ploeg waarbij Paolo Rossi uh, is begonnen. Oké. Okay. Voilà. Prachtige stad, hè? In Verona. Ja, 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 Vicenza is. Vicenza. Is top. Met die spelen met zo'n uh, mooie V, een, een rode V over het shirt. Ja. Moet je Omar een ploeg uit rood. Italië noemen en Filip kennen. Nee, en nee, hij maakte het En La, Lane Rossi, Vier, Vier, en Lane Rossi is, uh, is echt wol, wolmakers. Dus die maakten, dat waren textielbaronnen die Vicenza hadden. Oké. Okay. Hm. Nu wel in de, in de tweede klasse Serie B. En dus Jordan Lukaku zit daar ook wel op de bank. Dus dat is helemaal. Ja, Jordan bij Antwerpen was ook al. Nee. Geen Ik heb prachtig, uh, een vrouw. vraag die misschien bij Hoef nog aansluit. Ja. Tano vraagt: wie was de beste speler van de Bekerfinale? Ja, misschien wel. Ja. Hij mist wel zo. uit. Jammer dat hij zijn penalty miste. Gadeu of Okumo. Maar hoef dan omdat hij geen kansen creëer, creëerde in de match? Ja, dat is ook een beetje raar. Ja. Ja. Is een beetje ja. dubbel om niet te kiezen, maar inderdaad. Wie was ah, de beslissende? De moet, wel, je, moet je bijna Roef zeggen. Ah, hè, ja, ja. Ja, bij wie oh, was de super. beste? Oh ja. De rust van een gadeau. Ik vond de Saar ook wel over een hele wedstrijd toch wel zijn match spelen. Hoor. Die werd beter als Kim ja. zijn vader eraf waren. Ja. Pff, werd ja. niet beter. Allee, opvallender. Die nee, ja. beste half opvallend. uur was van Ojija. Dus heel raar. Je moet dat echt opdelen in, in, in heel veel. Uh, en, en die twee op de flank, ook chapeau. Samoa's ja. en uh, Castromonte. Oh, Samoise, was Mijn Die Samoise, vergeten die we. Die gaat daar heel hard nog eens terughalen. Oh. Ja. <laughs> nadat, hij zelf, ja, ja, nadat hij zelf die voorzet. Die dat is een vraag van David. Was dat penalty? Op Samuazen, in, die overtreding. Ja, in ik heb het op beeld gezien, als ze een penalty geeft... gaan ze niks doen. Ja, maar niks doen. dat wordt weinig gegeven. Ja, omdat die bal al weg is. Om het ook die, net heeft, heeft, alle, binnen, de bal maar. is weg en heeft, er, alle, heeft zijn ding kunnen doen zonder dat hij meer... Te, maar ja, wordt er wel gegeven, ja, ja. natuurlijk. En wel, alleen dat leek. Ik heb geen herhaling of niks gezien, maar dat leek wel zwaar. Ik dacht echt... Dat, maar, was, echt, je, dat was een fout. Je wel ja, was als het als fout. je dat op midden van het veld doet, altijd fout. Ja. Ja. En de bal is... Ze hebben er wel veel fouten natuurlijk. Ja. Dat, dat is zo'n soort ongeschreven, wet van, oh, dan moet je al eigenlijk bijna iemand zwaar blesseren. En dat was het ook niet. Maar uh, Samaz was eerst op de bal. En dus, oh. ja. de ref liet wel veel spelen, vond ik. Ja, maar dat doen ze altijd ook. Weet oh, je wat het, meer, meer en meer nooit. duwfoutjes. En dat vind ik raar. Dat, dat jij op is... de tribune heel duidelijk ziet: van ja, nu komt er een bal. Je mag, je mag echt deze dagen met twee handen even duwen. En dan, okay, dan komt hij onder de bal en dat wordt bijna niet meer gefloten vandaag weer een keer of vijf. Dat vind ik overdreven, weet je. De slinger ja, ja. slaat door, aan de andere kant zeg. En dan was er zo één fase toen nee, dat er... niet, maar zo de, zeven... domme, de domme fouten. Wat ja. hij wilde, zo. Maar duels vind ik niet erg dat dan. Ook. Er, waren, er was toch zo'n moment, zeven halve fouten. Zo rechts op middenveld. Op zee ja op kwam er dan nog uit en dan, ja, en dan dus was het volgens mij echt wel een fout Zierkse, ja. ja maar hij had, initieel was er dan weer een halve fout van Anderlecht ja, die, die, die begon niet, ja het was geen kans of zo maar het hij, wel fout. hij durfde het niet meer hij wist het niet meer hij had oh ja, eigenlijk ja fout voor die oh nee fout voor oh nee fout voor, oh nee, fout voor oei ja ik had passeren <laughs> ah, dan, dan ja. Was, ja. Maar visser, visser was wel oké okay, hij ja, ja, was ook wel als uh, de keeper ze pakken de bal zo snel te snel af eigenlijk denk daarnaast okay. kop tegen kop en dan fluit hij ook voor fout. Terwijl ik dacht, ah, dat is geen fout. Ik dacht dat dat dan misschien met een uittrap te maken had. Dat dat ook ja, zomaar niet half niet. mag. Nee. Ah Ho ja, daar. Het ja, ja, uit. Ja, ja, Dus. Ja, maar het was en echt een 30 seconden later is het was kop tegen fout. kop. Nee, nee. Die kop tegen kop was fout. Ja, ah. Het was niet kop tegen kop. Het was, uh, het was proper gedaan van allebei. Het was een 2 die, die kopte. En het was Murillo die met zijn schouder ging. Maar ah, op, okay. een, op een leerlijke manier. Ik nee, vond in de tribune dat hij ja. kop tegen kop. En dacht: zo, oh, man, nee, nee, nee. doet hier iets. Maar fout. wat er vooraf gebeurde klopt niet. Hij, hij gooide uit, hij trapte niet uit. Hij gooide uit. En de, dacht de aanvallen van anderlei probeerde... Ja. En dat mag hij eigenlijk niet. Hè. Als hem los is, nee. Nee, je, mag, je krijgt daar eigenlijk heel voor. Hè? Bij, als je een uitrap verstoort... instructie. Okay. Ja. ja. klopt. Uh, zeg, de verlengingen waren nu niet zo saai als ze soms nee. kunnen zijn. Maar ik stel me toch de vraag, is dat nog nuttig? Verlengingen? Of moeten we, niet gewoon, moeten we dat niet gewoon afschaffen en er echt gewoon mee stoppen? is ziet zo echt nee. stervende zwanen. Oh, no? Ja, dat heeft... Blijven verlengen. En, en ook en ook ik ik echt, ja. Louis van Gaal zo'n voorstel, ik vind dat goud. Maar nee, behalve een goal. Blijven verlengen. Goal, Blijven goal goal goal, goal minuten. Maar oh, nee, 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 ik vind penalties zijn zalig. Nee, broer. jongen, hatelijk. Waarom? Als je supporter dat... Ey. we moeten eens met de rode duivels penalties meemaken. Als... Zo? Ja, maar dat, is wel, dat zijn wel herinneringen. Dat is medals. geen loterij, hè. Ik hoorde dat weer heel veel. Dat is geen Astrid loterij. loterij. Ik vind dat, heb jij dat gezegd? Ja, oh, sorry. De spelers, nee, nee, de spelers, sorry. Nee, nee, nee. Waarom zeg je sorry? Ey, maar ik vroeg dat ook ja, aan de spelers, ja. de spelers en die, zei, die vonden dat ook ja, ja, allemaal, een die allemaal een loterij. Ja, omdat, nee, en Gert nee, maar Vrij, dat is geen loterij. Ja, maar dat is geen loterij. Gert zei van... Maar je de kan spelers vinden dat een loterij, want als je dat mist, dan heb je het fout lotje getrokken. Nee, nee, dat is geen loterij. Waarom is het geen loterij? Omdat de Saar bewezen heeft dat het geen loterij is. Nee, ja. Iedereen die zegt dat het een loterij is, moet kijken naar de penalty van de Dessart en die moet zwijgen. Maar ook de keepers, <laughs> Maar ook de keepers. Roef zegt, ik heb goed gestudeerd. Dus hij weet wie waar... Dus ja, er Natuurlijk, er is een bepaald percentage dat je kan voorbereiden. Maar er, zijn, er is een heel groot deel van die 100% die je niet kan voorbereiden. En daarom noem ik het een loterij. Want meestal kan je in voetbal eigenlijk 70-80% voorbereiden. En de rest waar. is gelukkig... En nu is het omgekeerd. Maar je moet ja geen 70, 80 Ja, wel, want je mag je... honderd... vraag Gert Vrij zei het ook. Je mag honderd je mag keer... Gert Verijn heeft niet absoluut gelijk. Nee, he. natuurlijk niet. Sorry, al, hij is hier niet, maar... Maar ik dat... kan er wel iets over zeggen als ex-voetballer. Hij zei dat bijvoorbeeld over zichzelf. Ik haat de strafschoppen. Ja, Gert, Gert kon niet goed penalty strappen. Dat is voilà. toch duidelijk? Maar, de, maar, dat maar is als toch... je er vijf van je ploeg, dan zit je ja. toch je ja. mannen... Allee, ja, Allee, maar, maar dat is op basis van... Niet alleen Kijk. op traktechniek, maar ook vooral op basis van... We vermoeden dat hij zijn zenuwen onder controle kan Jamma, houden. Maar, ja, maar, maar, ja, maar, maar, bij veel loterij. jongens is dat een ontdekking. Maar, denk, maar, okay, maar, dat, maar het mentale is toch... Maar dat is toch geen loterij? Ja, maar is een je ontdek. weet dat toch? Dat is ja, toch geen dat is loterij? Gokken. Zelfs iemand maar, nee. die stalen zenuwen heeft, kan het op, op een ja, gegeven okay. moment ja, verliezen. Ja, maar, maar dat waren een, een wedstrijd tussen Anderlecht en Westerlo bijvoorbeeld. Anderlecht is favoriet, uh -huh. maar het kan zijn dat Westerlo wint. Maar daarom is het toch geen loterij. Klopt. Dat is gewoon omdat Westerlo een job goed heeft. En je gaat dus zeggen dat Anderlecht misschien een betere traptechniek heeft, Maar meer ervaring heeft met dat soort momenten. En toch kan het op het moment van vindt avond... 20% kunnen. 80% dat heb je net Ik gezegd. Ik vind een groter kanselement dan kunde. Ja. Als je elke dag op penalty staat ja, en als je waar. goed trapt, kun je hem nooit pakken. Dus, dus waarom doet niet elke ploeg ter wereld dat dan? Hmm, ja, dat moeten wij eens uitleggen. Huh? Dus voetbal is zo wetenschappelijk. Ze zijn hmm. zo bezig met kans, de kansen en de, de, de kans. Ja, zeg maar, maar dat, er zijn de penalty's. Gelukkig elementen in de clubs. Die trainen soms op penalty. Ja, soms. Een, een dag voor een de wedstrijd, twee dagen voor de wedstrijd, dan zeg je tegen de keeper: kom, vijf penalty's. Van ja. Hazebroek was wel, sorry. Top voor de penalties. Hè. Je hoorde hem tegen, je zag hem zeggen, je hoorde het hem ja. zeggen. Je zag hem zeggen: ook als we de tos verliezen, ook als we naar daar moeten, gaan we winnen. Hou het, dat is allemaal ruis, letterlijk. Hè, want je speelt tegen de supporters. Ja, dat is. Maar ja, ja, ja je kan ik ben blij. Je, je kan je wel de vraag stellen: welke TOS win je het liefst? Want wetenschappelijk is er aangetoond dat wie dat eerst trapt, meer kans maakt. Vaker mm -hmm. wint. Uh, in een normaal stadion zou ik de kant willen kiezen en Koning stadion minder. Omdat ze toch zo heel ver Zover. zitten. Ja, dat viel me ook wel weer op. Dat, dat is echt een rot Maar hoe kan nee? die, die, die veldbestorber, hoe kan die nu het Koninklijke nog op het veld geraken? je conditie. Ja, maar sorry, dan moet je, nog, je moet nog een heel piste over. En nog, maar hey, hoe rap je die was die, die gekoppeld? <laughs> <Ja, dat is, laughs> je zei dat ook van, ja. wie, dat was wel heel rap. Ja, sorry man. En dan ging je hem liggen. Ja, dat ja, wel. Rad losgekomen, de, de, de steward stapt daar zo rustig naartoe. Maar ja, maar was, ja, Maar die maakte ja. direct los. Ja, dat wel. Maar ja, ik dacht ja, ook maar, wel, in, doe in het. In de Premier League duurde dat langer. Hè? Ja, ja, ja. Op Everton. En op dat is ook zo'n scharen, zo'n gigantische. Ja. ja, maar er was gewoon iemand van de brandweer die dat zag gebeuren. Hè? En die dacht, ah, ik heb hier een schaar zitten. Dus oké. Okay. Het was rap, rap geknipt. Want ik ah, zag, ja. hij, hij probeerde zich nog. En dan dacht ik, oh, niet doen man. Je zal maar. Hij probeerde zich nog. Te, hij een heeft een vrong erin te, te draaien. Zo, ah dat, ja, ja, ja. ja. Ik dacht, het moet ook niet te ver gaan. Weet je, ik wil ook het milieu redden, maar niet ten koste van. Een galg op het veld. Nee, dat is dezelfde bijna de man die dat bij Ronde van Vlaanderen gedaan ja, heeft. Hè. Karel zijn we dan, ja. ik ja. had die niet gezien bij Ronde van Vlaanderen. Hij heeft daarna naar Thomas een mail gestuurd. Uh, heel beleefd eigenlijk. En die kwam erop neer van: Hij ga het eigenlijk bij de Formule 1 doen, maar dat is te gevaarlijk. <laughs> <laughs> dus ik heb het bij Ronde van Vlaanderen gedaan. Echt waar, hè? Echt een beleefde mail. Uh. Maar wat is jullie gevoel daarbij? Want de boodschap is goed natuurlijk, wat hij draagt. Ja, hij he, wil het klimaat redden, maar ja. Maar redt je, je toch niet mee? Hm? Dat red je toch niet nee, meer? Nee, maar ja, je redt het mij niks. Hè. Allee, ja. Onder de aandacht brengen ja. van de klimaatzaak. Gaat aan de, ga er aan zeggen? de poort staan? Met, ja, met flyers? Mensen. En, ja, nee, flyers niet. Maar. Ja, of ook flyers. Maar dat is niet goed voor het milieu, flyers. Nee, dit <laughs> nee. is wel, wel heel... Digitale flyers. <laughs> ja. Gebruikt internet. Dat zou inderdaad een slecht idee zijn. Ja. <laughs> Allemaal ballonnetjes oplaten, zo ken het. Oh, mooi moment. En dan oei. Nee, ja, dat wordt daar toch niet thuis, vind ik. Nee? Nee weet je, doe dat keten je vast aan parlementen. Ja, maar ja is... want die moeten, die moeten, ons allemaal in de switch krijgen. Mm -hmm. Ja, de bedrijven. Maar goed, ja, dat dus ja, is ja, helemaal okay, anders. Dus, ja. De bedrijven worden ingezet. Of, of ga naar de lobby plaatsen, doe het daar. Maar ja, daar kijkt niemand, hè? Daar is niemand. De, de, de zit, maar doe bij ja, Villa Politica, doe het bij, ja, bij ja. Goedele de Vrooi. Keten je vast aan Goedele dat Mahoni hout. Nee, niet aan Goedele de Vrooi, want volgens mij met de microfoon. Ja, ja. Maar doen we daar ook een live uitzending? <laughs> nee. Dan kijkt ook duizend man naar. Uh, sorry. Oh. <laughs> ja, want allez, oh. wie, wie gaat daar nu meer rekening houden dat hij dat gezegd heeft of gedaan heeft van die ja. voetbalfans die dat gezien hebben? Toch niemand. Nee, nee, nee. nee dat is uh, je waar. hebt veel mensen die dat gezien hebben, maar iedereen die dat irritant vond. Dat is het probleem. Behalve Liro, die was juist pinten aan. die kwam naast me zitten en die dacht, ah shit, het beste van de match gemist. <laughs> en ik dacht, Alex, zal ik nog eens een kaart fixen. <laughs> <laughs> ja, dit is geheel terzijde. Dat uh, gezegd zijnde, ja. uh, de strafschoppen zijn geen loterij. Dat is de conclusie. nee. nee ik vind niet. het Jullie ook geen loterij, maar ik vind het wel, je kunt wel. Veel beter zijn en dat vervang, vervalt wel helemaal bij de penalties. Het wordt wel 50-50. Ja. Maar dan heb je 120 minuten gehad dat om je veel beter te zijn, uit te drukken in. Uh, ja. Ja. Maar ik is dat niet pro Louis van Gaal een voorstel. 10 nee. minuten, nee, helpen nee. ze en altijd in een afhalen. Nee, maar maar gaat het Nee, maar ik wil dat gewoon een keer zien, maar ik wil dat eerst testen voor de dat we dat invoeren. En dan Zo 1 één tegen 1, één. Mbappé ja. tegen maar Tegen wie? Ik zou een tegen tegen mij vroeger afhalen. Ja. <laughs> Maguire als eerste drabber. Heb je John Stones gezien van het weekend? Oh. Ja. We zullen de discussie maar ja, niet heropenen, zeker? Nee, maar sorry, niet alleen John Stones. Nee, maar het, hij was niet top, maar ik, was niet, ik vond hem niet de slechtste achterin. Nee, maar het hij is ook niet bij mij niet nee. alleen ik vond, nee, ik vond Nathan ja. Akeo inderdaad nog minder, maar oké. Okay. Je merkt toch eigenlijk. Maar oké. Okay. Ik vond, ik vond <laughs> ja. dan nu ook. Ik ben van Dat, dat was Stones, hè. maar ik... Ja, ja, was is dat dan een wedstrijd waarin ze allebei top waren? Ook niet, hè? McGuire en nee, nee, je? City Liverpool. City-Liverpool, dat nee. leek omdat die goals zijn, maar <laughs> dat gebeurde ook dingen. En die keeper, maar hoe kun je het nu weer voor hebben? Hoe kun je nu, en dat is een technische fout, hè? geen loterij. Hè? Die val ligt te, <laughs> dicht, ligt nee, te ja. dicht onder hem, dus hij krijgt die niet weg, dus hij heeft een extra moment nodig. Dus, ja. Waarom zou dat een loterij zijn? Nee, nee. Ah, oké. Okay. Dat is humor. Dat is humor. Maar uh, snapt je dat? Reservekeepers laten spelen in uh, rotatiesysteem. Nee, nee ik snap dat wel. Nee man, je bent oh, ja. reservekeeper. Ja, maar nee, dan, hij speelt alle FA cup, cup matchen nee? Sam, wat... hij alle FA cup Nee. hij speelt alle FA Cup matches. Ja, dus. maar, maar wat, wat wint je daarbij? Dat vraag ik me oprecht. Als je nu zo zot goede matchen kipt wordt hij nooit eerste keeper. Nee. nee maar je zorgt en die heeft voor zoiets beter. voor als hij hem nu voor heeft. En dat als... Nee, maar je zorgt voor altijd. Je veel altijd. Uh, maar nee, ee, gewoon je genoemd, een goede jonge, talentvolle keeper. Leent je uit of zo. Die zie je dat hij minuten maakt. En je reservekeeper is een reservekeeper. Nee, en wat doe je dan met die uh, jonge Turks? Als Roef nu niet had gespeeld, Bolat alles gespeeld. Dat ging hij je zeggen. Nee, die weet toch we aan het begin van het seizoen. Ik ben de tweede keeper. Er moet iets met Bolat ja, gebeuren. gemaakt. Ja, wil voor de de ik voor een keer keeper Nee, maar nee, ik vind het nee, vind niet. Ja, vind niet ja. Maar oké, okay, stel je voor dat Bolat niet zegt, ik wil weg. En Roef mag dan de Bekers matchen kiepen. En Roef kipt hoe, Gaat hem ineens switchen? Nee. Ja. Ook niet. En als Roef dan in de fout, zit, is het. En als ja, maar twee twee wat is je reserve keeper? Waarom zet je die Als je nu twee verwaardige keepers hebt of twee goede keepers hebt, dat doen dan. Dat is al slecht gemanaged. Want dat, dat is niet goed. Ja, oké, nee, als je, je eens keepers een hebt, je scheurd, dat gaat doen. Nou, van scoort wel. Je, je, je niet kunt goed. een goede reserve keeper hebben. Hè? Ja, maar je moet het er wel door mee eens maar. zijn dat dan een reservekeeper ja, is. Die moet af en toe kunnen spelen ja hij is de ex-prof ik, ik kijk daar anders Eigenlijk naar, naar. Toch, ik, ja, ik vind die meestal jongen van mensen zit nu wat heeft hij nu bereikt door te spelen nee maar sam meestal is uw reservekeeper ook in iemand ervaren die ook voor de goede sfeer of voor, voor de dynamiek in de, groep, in de groep zorgt dat is de definitie van een goede reservekeeper. ja sa, ik Tof. zou, ik, dan ik dan zou dan een toffe zijn ja. maar die wil ook, ook wedstrijden spelen wil ook wedstrijden spelen en die wil penalty zeggen je pakt nul maar ik ben een toffe gast <laughs> vraag maar aan ons mama ja Teambeelding zijn onderschat. Hij heeft wel geluk. Allee, het geluk bij een ongeluk is dat door, door die tweede op groteske wijze binnen te krijgen, dat niemand nog aan de eerste denkt, want daar zag hij er ook niet top uit. Hè. Nee. Wacht, hè, op die de kopbal van Konaté. Ja, Aha, die gaat ja, zo, die had zo nou, boven hem. Ik een klakket, waarom niet? Allee, ik kom van de grond. Maar het scenario dat jij nu beschrijft, ja, Quivine Keller was reservekeeper bij Liverpool en die won de League Cup. Dus... Maar dat is nog League Cup. Maar. Dat is een verschil met V Cup. Dat vind ik wel. League Cup is voor de reservekeeper. Dat vind ik wel. <laughs> is dat een verschil? Want ja, dat vind ik is qua niveau hetzelfde. Hè? Dus eigenlijk. Qua niveau. Ah oh ja, je tegen Chelsea. Nee, maar League up is minder Chelsea. belangrijk. Ja. Maar, ja minder dus, hoog dus, aangeschreven. Dus, dus Minder erg als je hem verliest, bedoel jij dan? Ja. Want het is niet moeilijker. Of die zo. spelen ze dus een idee heel idee. jaar eigenlijk. Met, heel vaak met jongeren. heel vaak. <laughs> Liverpool moet wel, want die spelen soms ergens anders op het moment dat nee, <laughs> ja, die Cup leeders, ja. <laughs> Dus ja, daar, daar heb ik nog iets meer begrip voor. Mm -hmm. Maar natuurlijk, als je ermee begint, dan zeggen in de finale zetten we de beste. Nee, dat gaat niet. Dat is ook het, het is al gebeurd. Je kan me nu niet is, voorstellen wie, maar het is ja, al gebeurd. Het is recent nog gebeurd. Ja. Cälliger is ook beter dan Zach Steffen, denk ik. Ik denk dat dat ook een groot verschil is. Want Celliger ontpopte zich dan tot helden he, door, mm. door die strafschop te pakken. Al een tijd terug. Het is al moeilijk om die wedstrijd terug voor de geest te halen. Ja. Liverpool, Chelsea. Uh, Swat, um... stel je voor dat je die penalty van, van de Saar, met die, met die BBC-camera, van achter die oh, Engelse camera, ja. zo de, de spidercam die. Die, die kan die niet volgen? die heeft geen millimeter naar voren gedaan als die bal oh, in de wiekelak is. Dat, oh man, want dat is toch fantastisch. Alleen heb ik bij, bij dat shot, dus vanuit de rug van de man die trapt, heb ik heel vaak het gevoel, ja, jij mist niet, ah ja, omdat dat zo groot is dat je die goal... dat lijkt wel ja. terwijl als 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 speler denkt wel. staan dan is hij net precies van klein. Ja, maar, maar die camera is het onmogelijk. Dat vind ik heel bizar, omdat ja. die misschien van hoger komt. Ja. Hetzelfde. Perspectief, allee, het zal allemaal meespelen, maar als, inderdaad, als je moet trappen dan. Oh. Mm -hmm. jij, nog iets, uh, uh? Ja, ik had er nog een vraag van, ja. Louis, omdat we het er toch al over bezig zijn. Zeker? Uh, is City afhankelijker van KDB dan Liverpool van Salah? Maar ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Maar ja. voilà. dan vraag ja. hier ja, dat door is door. ook logisch, hè? Ja. Hij zit in de echte machinekamer. Ja, ja maar toch begint man te doen als ze geblesseerd was, uh, vijf, zes weken. Ze we weinig nee. punten laten liggen. Maar goed. Dat is waar, maar toch. Denk... Toen waren we zelfs nog bezig aan En hier moet KDB nog bij komen. Maar Filip ligt het niet meer aan de alternatieven bij ja, City. Ja, voilà. Ook. En zijn bij Liverpool. Met... Uh... Ja, Liverpool heb je nu eigenlijk. Allee, Jota, en, en Lewis, die... nee, Jota en Firmino op de bank nu, uh, hmm. afgelopen weekend. Ja, dat is wel geweldig. En ja, Luis Diaz, wel... als hij zo presteert, terwijl als Goedendag, hij, hij haalt niet het niveau van vorig jaar. Nee. Dus... Zal dat ook niet meer halen, denk ik. Nee. Dat kan ik niet voorspellen. Leeftijd? Alleen. Hoe oud is eh, goed nog Gundogan, uh, 233. Al nu opzoeken. Ja, dat is iets voor onze, onze secretaris zelf. Fernandinho gaat <laughs> weg. Ja. Gordiola wist dat dan niet. Dan in ja. Goed moment vorige week op de persconferentie voor no. de wedstrijd op Atletico. Maar dat is. Geloof jij dat hij het niet wist? Of dat geloof je dat hij schrok omdat hij niet had verwacht dat hij het dat... zou zeggen? Of dat Tweede. de anderen het gingen weten. Dus, ja. Hoe ja. oud is uh, Gundo? Hij uh, wordt 32 dit jaar ja, in 12? oktober. Okay. Ja. Ja. Dus voor de mensen die het gemist hebben, dus op de persconferentie zegt uh, Fernandinho: Ja, wat is het? Een half uur voordat Guardiola komt. Van ja, uh, het is mijn laatste uh, seizoen hier bij de club. En uh, Guardiola schuift aan, de schuift aan. Fernandinho is al weg, denk ik. Zit er alleen. En uh, de pers zegt: Ja, zeg, Fernandinho gaat weg. Uh, Allee, wat de nieuws. Oh, wat? <laughs> oh, dat weet ik niet. Het leek wel slecht. Uh, Slecht toneel te zijn. Maar, maar zou het, het niet zijn dat... van Barcelona. Ja, no nothing. Ja. Pep van ja. Guardiola. <laughs> dat ze know. dat gesprek gehad hebben en dat Pep zoiets zei, oh, we zullen nog eens over praten of we zullen dit... En dat op dan toch beslist is. Op snelheid gepakt is Ja, ja. ja. Dat, zoiets, dat gaat niet uit het niks zijn. Hè? Nee, ik denk niet. Ik denk dat de sfeer inderdaad. bij... Maar ik, wat ik wel, wel denk, denk is dat is. die match van Atletico doorwerkt uh, in die uh, FA Cup halve finale. Dat, dat de City is wel diep moeten gaan. Hè? Ja, tuurlijk. En ik ben zeer akkoord dat Atletico, dat het allemaal laakbaar is en Felipe moet rood hebben. en Volledig akkoord. Maar ik ben wel blij dat, dat het nog bestaat. Een ploeg die het volledig anders doet. De villain, de, de, de boef in het verhaal, de slechterik. We hebben dat wel nodig om een verhaal te ja, krijgen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat was ook plezant. Hè? Voilà, dat is wel een match die, die bijblijft. Hm. Tegenover oh, altijd de, de mooie stijlen en we zullen zien wie best is en we spelen allemaal op ons bed. Nee, nee. Daar elf schoffies, straatrovers. Arme Joe Felix, want dat is hij eigenlijk niet. Maar <laughs> hij is een koorknaap. Ja, dus, maar. nogmaals, als, als ref moet je, moet je wel rood geven aan Felipe. Je moet niet meegaan in dat verhaal. Maar dat het bestaat, vind ik op zich wel tof. Hmm. Want want hier toch gezegd ook hoe ze de heenmatch gespeeld hebben was de enigste manier ja. dat ze het konden halen nog en ze waren dichtbij ja, bij uiteindelijk ja, maar he. de thuismatch was wel gemener daar gebeurden overtredingen uh, ja, ja maar oké okay, de heenmatch was niet om aan te zien nee de andere nee, match nee, nee, was echt wel nee. maar daar echt dat heb je. iets in. en daar hadden we wel want ik denk dat ik dat zei vorige week over de match tegen Liverpool dat je zo en die gaan nooit neus aan neus staan en zo. Dat was wel hele tijd. Ja, ja, ja. Dat was wel leuk om te zien. Maar ja, dat was ja, alleen avond, leuk. De avond ja, nee, ik dat Ik vind dat ook echt leuk om te zien. Je mocht dat eigenlijk niet zeggen, hè, want je moet zeggen van, nee, nee, je okay. mag dat wel zeggen. Maar ik vind dat. Dat Stel... had je vandaag ook niet. Op, ja, voetbal op het veld, ja, vol een bakje en dan na de match jongens. Allee, ja, Grinic heeft na de match... Ja, ja, na de match ja, 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 na de match, maar ik bedoel, als je buiten het stadion... Ja, maar, zo, maar, en maar en Savage Savic, die, die, had toch, ja, die ja, heeft sa iets geslikt, hè? Ja. ja. Allee, bedoel, als die dopingcontrole niks, dan moeten we stoppen met dopingcontrole. Ik <laughs> <laughs> bedoel, die had meer geslikt dan Armstrong in zijn uh, Tourmalet. Dat was niet normaal. Ja, was Vanaf een minuut, ja, oké. Okay. Dus ja, hij heeft meer geslikt. <laughs> ja. Het was niet intraveneus. Maar dat was toch niet normaal? <laughs> nee. maar, hoe dat hij direct begon op, op, uh, op Foden. Hm. Maar dat is die man, Simeone, fokt hij toch ook zo hard op? Ja, maar... Ja, waren zo allee, dan moet ook zeggen, dat is wel knap dat dat nog lukt, dat je die nog kunt raken dus zoveel ja, 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 de zoveelste keer. Hoe doet je dat? Maar die zitten waarschijnlijk ja. zo zwaar opgefokt, en dan zie je, het gaat niet goed, we moeten, ze echt, we moeten nog iets anders ja. doen, we moeten nog een stapje bij, en dan begint dat, hè. en dan, doe ja, doe dan dat? komt er een die dribbelt. Ja, dan... Uh, well komde een seconde te laat hè, en, en, en dan pakte hij en dan probeerde hij uit in ritme te halen. Mm -hmm. Want Foude wist ervan hè, van, die, van die slag. Dat was echt een whipplez hè ja, ja. van die Felipe daar is en Nick ja, ja. en dan Nadine die, die Savicjung die zijn ogen die kon die, die was echt niet normaal die kon Schijm, staal die, doorboren, die ja. echt? <laughs> echt. Terwijl dat hij vroeger hey, die had dat niet echt. Maar heeft hij niet bij City gespeeld? één ja, ja, seizoen ja, 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 ja absoluut. Dat het is dan een ander was. Ja. ja, Maar ik dacht wel dat het gedaan dat was met Simeone bij Atletico. Maar dus toch niet na die match. Moet je dan toch zeggen. Mm. Ik heb wel het gevoel. als je Atletico in de competitie ziet spelen. dat het, het, het dit ze, jaar. Want volgend ja, jaar ja, kampioen. Ja, absoluut, hè? ja. ja. Okay. Mm. Maar ja, goed. Ja, nee, dit jaar, Daar ja. kijken we natuurlijk naar. Ja. In, de, in, in de beoordeling van Simeone. Dat ze echt toeleven naar dit soort match. Een heel seizoen lang. Hier komt een seizoen in samen. En een grote ploeg. Het, een lastig maken in de Champions League en dan proberen te broek. winnen. Ja. Maar dan vond ik wel bijvoorbeeld, Koke zijn reactie, dat vond ik wel flauw. Wat oh, ja. ja. had zo gezegd in een reactie van, ja we waren um, geënerveerd door, ziet u een manier van voetballen, tijd en en gaan liggen en dit en dat, terwijl dat ze exact hetzelfde als <coughs> ja. atletico het moest dat doen. Dat is atletico. Ja, <laughs> ja, dat is waar. Maar City deed kunt... het wel hè? Als je kunt uitdelen, moet ook in een winkel. E ja, maar is er dan copyright bij? Copyright, Ja, bij. <laughs> copyright en ja dat, dat is uh, diefstal van intellectueel eigendom. <laughs> Allee, intellectueel is de vraag. Maar <laughs> <laughs> zeg, Jelle weet trouwens dat die Simone een best betaalde ja, manager ja, ter wereld 18 jaar, jaar, hè? miljoen, hè? Al een paar jaar, jaar, hè? Ja, ja, ja. Al, uh, ja, ja lang, uh, lang, netto, netto iets meer dan 18 miljoen. Maar hoeveel denkt hij dat hij bruto per dag verdient? 120.000 euro per dag, hè? <laughs> Ridicule. <laughs> Wat ik, maar wat ik daar wel van denk. Dat er echt even stil van. Ik heb wel het gevoel. Fuck, meer dan Cristiano, alleen zonder sponsordeals. Dat, dat, dat je er niet. Je gaat er nooit niet meer de Champions League mee winnen. met de, de villain te zijn in het verhaal. Nee, je moet mm. wel altijd. Je moet, de je de moet. Ballen, ja, ik denk, ja, dat denk ik niet. Ja. Waarom kan je dat zo zeggen? Ik kan niet blijven doen. Nee, maar het kijkt, voetbal ja. evolueert. Ja, ik denk. In de richting van het andere, toch? Hm. Waar, Ik maar weet niet, je moet nog altijd veel ja, goede ja. voetbalmomenten hebben. Ja. Zeker ook tegen een Manchester City. Dat kan je ja. echt even, even lukken. Maar eens dat je dat, dat vreet dat heeft enorm veel energie. Het kost enorm veel energie mm. om dat te doen. Hè. Ja, maar wat dat mensen vergeten, de twee beste kansen, op het einde van de wedstrijd waren allebei voor Atleten. Ja, ja, ja. Dat kon echt nog perfect keren. Het was niet, want Ik klas Hoe ook verdedigd over. van John Stones. Ja, 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 ja dat is Zwaar. Maar ik ben fan van John Stones, okay, hebben we okay. duidelijkheid? Jan Steen. Jan Steen. Ja, maar ja. mensen vergeten zo snel. Want mensen sturen mij ook. Ik heb keihard veel berichten gekregen over. Oh, Maguire, hey. Ik weet dat hij slecht is nu. Hè. Ik, ben, ik, ik kijk ook elke week Premier League. Maar mensen vergeten zo snel. John Stones twee jaar geleden stond op de transferlijst. Hè. Maar moest vind, weg. Maar het het buist, een betere gebuist onder het... Guardiola. Maar het blijft een betere verdediger als Maguire. Een betere uitvoerballer van. Of Fon? Denk ik. Ja, Vind ik van niet. Nee, ik ja. denk het ook. Ik ben het echt ja. eens met Aster. Maar we zullen dat wel nooit echt weten: Uitvoetballen. Maar echt. omdat Stones ook heel goed is, uitvoetballen. Het is echt heel goed. Ja, dat daar staat ik. hij al het hele leven onbekend. Maar Maguire komt er net onder. Dat is gelijk zeggen. Ja, Messi is de beste nee, voetballer. Maar nee. Ronaldo nee. kan de hoekschotten nee, of niet. Nee, Maguire komt niet net onder. Stones in Maar je hebt toch. Maguire is goed aan de bal. Echt. Alleen mannen. Niet goed genoeg. Ja. Minder, minder oh, dan Ho, op, zijn, op zijn toppunt wel. Maar hoeveel Beter fouten... Dan Diaz. Maar hoeveel, aan de bal. Maar hoeveel fouten heeft hij niet... Ja, dus je bent goed aan de bal, maar je mag wel... De uh, meeste fouten hebben gemaakt die tot een doelpunt leiden. Nee, je mag wel ja, dat's, dus dat's je mag allemaal, zoveel slechte momenten hebben. Dat is gebeurd sinds United. Ja, ja maar, maar oké, okay, sinds United. Aster, oké, maar dan praten we over iets anders. Maar dat is wel al drie jaar. Ja, dat is waar. Maar de statistiek dat je zegt is ook weer niet op één persoon te verhalen altijd. Nee, nee ze zijn nee, echt maar slecht en het is vaak city. bij hem dat het dan misloopt, maar, dat nee, maar is jullie, ook omdat dat er geen aanspeelpunt is, ook omdat hij op het nee, moment bal komt en hij waar. probeert het te hard te forceren. We zullen zien met een hag, we zullen zien. Hij moet weg. Hij ah, je kunt ah, niet meer voor 80.000 man, man spelen. moeten eerste geen kapitein meer zijn. Nee, tuurlijk, je moet daar weg. Het hag die had toch ook een Guardiola in de bekerfinale, toch? Haler op de bank en Brobby zetten. Bedoel, is er in je hoofd gevaren? Wil je protagonist zijn om te zeggen: Ik beslis hier de finale met een gouden ingreep? Nou, ik weet het niet. Ik, ik snap in de training niet. Ik vond het ook graag. Maar had ergens wel veel golen, maar het is ook niet, was ook niet zo goed bezig. Of zo. Nee, maar, in maar ja, die golen match, heb je wel nodig in de finale. Ik heb wel respect voor PSV. Echt wel. En ook voor die coach. Hadden wel ook geluk. Ja, tuurlijk. We ja, echt, die tien minuten, we hadden ze veel geluk, maar je moet het doen. Maar ook en tegen Leicester. lopen ook spelers die je niet mocht onderschatten, uh, zoals Gakpo en zo, ja, is, omdat er niet bij Ajax speelt. Maar Gakpo is mij nu twee keer zwaar tegengevallen tegen, tegen Leicester. Echt, hè. Zwaar. Ja. Dat, dat ik dacht van... Heb eh, ik niet heel die match... Misschien genoeg. de lat voor zichzelf ook te hoog gelegd, want hij ging bewijzen, dat was de, hè, de lakmoesproef, kan ik Premier League aan of niet. Dat viel echt wel tegen. Handelingssnelheid viel tegen, maar dat kan wel, hè want hij heeft het lichaam, hè. Hmm. Um, nee, mooi. Ik ben is, benieuwd of dat nu gevolgen heeft eigenlijk. Voor Ajax, ja, vier einde. punten. Nog naar in AZ de... nog. Ja. Maar is Gakpo beter dan Malen? Oeh. Maar ik ben wel fan van Malen. Ja, ook. Ik vind het moeilijk ik wou te zeggen, want die je moet nog vesten. ontploffen. Ja. Ja. Maar ja, oké, okay, je zit daar bij een ploeg waar, waar Haland. Ja, en Royce is ook eigenlijk al die goed niveau, maar je zit met een ploeg die pakken vijf golen per match, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Moeilijk. Ja. Moeilijke vraag. Ik, Ik vind ook... Malen, Malen is meer spits. Hè. Het zijn echt wel andere types. Hè. Malen mm -hmm. is echt iemand die, als hij die uithaalt... Poe is meer... Ja, buitenspeler, relayeur, zo, die, die goed in de bal komt ook. Maar... Mm -hmm. Hoor Malen ook wel van aan de kant. Die kan dingen komen. was... Die, die Sangaré was... <laughs> Twee keer tegen Leicester. Echt. Die gaan naar de Premier League. Ja. Leicester pakt die. Ja, je echt, hebt ook die die die. dat ook gezegd in je commentaar. Ik ken die zitten, Die zitten oh. daar te sukkelen. Eh, omdat een die, die er niet bij is. Die moeten Tillemans daar zetten. Die oh zo blij was. Dat was echt mooi om te zien. Ik heb hem zelden zo enthousiast geweten. Om, toen ze toch nog oh. op doorgingen. Ja. Nadat na hij aan de basis lag van de tegentreffer. Hè. Iets wat hem. Ja eigenlijk niet mag overkomen, maar wat hem ook overkomt omdat iemand die nog veel slechter is in het voetballen dan een der wie die al genoemd hebben Johnny Evans <laughs> die mens voetbalt op krukken die, die en Tilleman staat in die zone dus die moet iedere keer komen helpen ah, jij weet dat, als verdedigende middenvelder ja, als je iedere keer op die manier aan de bal moet komen dat is, dat is rots hè ja. Niet echt, uh, niet echt plezant, hè? <laughs> Dank je wel voor die analytische systeem. Nee, maar dat is, dat is verschrikkelijk. Echt waar. Dus ja, dat dat dan petanke. een keer fout gaat. <laughs> Snap ik wel. Wat zeg je? Van alle petank? Ja, dat doen wel. is om zo wat Maar ik heb ook een zware match gehad zaterdag. Ja, ja laat ons het eens hebben. hebben over de match van het weekend, ja. beste podcastluisteraar. Want uh, u denkt de bekerfinale in Nederland, de bekerfinale in België, een halve finale van de FA Cup. Maar nee hoor, uh, zaterdag was er het uh, sterren... Duel tussen Legend Team Games. Legend, Legend Games, de sorry, de game, ja. tussen nee. uh, Olivier de Schacht en David de Vau. En Steven, heb je gewonnen? Hebben gewonnen, inderdaad. Proficiat. Dank je, dank je, dank je. Een welgemeend applaus. Um, Olivier de Schacht <laughs> was jouw aanvoerder, zeker. Ja, ja. ja. Team Olly. Zeg team een keer Ollie. de basisopstelling. Nee, hoeveel was het? Uh, drie, vier. Mamai, spectaculair. Ja, maar op het einde, de laatste minuten, zijn de zoontjes erop gekomen van uh, Davy en van Olly. Hoeveel was het tot voor dat moment? Was het 2 voor ons. Ah ja, wij ja. Ja, we zijn dus wel goed. Davy heeft twee zoontjes. En Olly, zijn zoontje, heeft twee goals gemaakt, gemaakt. En Davy, zijn twee zoontjes, hebben eigenlijk één goal gemaakt. Dus Oké, okay. zeg eens de opstelling van uh, jouw Legends-ploeg: um, Proto, één goal. En dan uh, was het Wazilevski. Um, schacht op de bank, toch, of niet? <laughs> Wazilevski uh, rechts, centraal Hazi met Joas. Uh, Links is schacht. En dan, uh... Stond hij links? Stond hij linksbak? Ja. Yeah. Oh, Oké. Okay. Allee, die mensen en feestje, dan moeten we nog staan waar hij nooit was. En dan ja? toch we wel krampen op dat. <laughs> okay. okay. Dat zal wel. Maar, uh, en dan ik en Ivan Van Ragen in middenveld. Oh, lekker. Bart Goor voor ons op nummer 10. Oh. Uh, links Boesoufa, uh, rechts McDonald en in de spits uh, Jovanovic. Oh, lekkere ploeg, man. Ah, Jovanovic, ja. ja. En? Ja, mijn friend. My friend ligt heel nu, we hebben daarna nog daarna te drinken in de afterparty. En uh, my friend, I'm so happy. I'm so happy. En waar leeft hij nu uh, in? Hij, is hij was speciaal afgekomen voor die wedstrijd. Dus dat hmm. had hier drie dagen. Waar woont hij nu? Novicat? En Velkovich gaan bezoeken? Maar hij zei van jou met een nummer gepakt. We, uh, we gaan drinken koffie It's very nice to talk with you. Uh, and, <laughs> om vroeger om over vroeger te praten en zo. Ja, je maar je zag, is echt, hij was echt nog goed, eigenlijk. Hij en ook is, scherp, ja. Scherp, ja. ja hij ja. en Boes waren echt nog, uh, echt? echt goed. Uh. Maar ik heb wel tweets gezien die zeiden dat jij ook echt wel goed was. Ja, maar ik ben iets minder oud. Hè. Het is omdat mijn kuiten niet mee kunnen, anders was ik nog aan het shotten. En cool. hoe was Van der Agen? Die ik was, was toch... echt goed. Maar die is toch echt al oud? Maar die had de match gehad met, met, met Oostende tegen Brugge, dus die kwam zo echt zo'n minuut voor uh, hmm. de wedstrijd kwam die, kwam die aan. Nee, maar iedereen was wel op niveau. Want wij speelden wel tegen een ploeg. Er zaten nog vier, vijf profs bij. Die, die, zeg eens. Ja, ja. ja Marti Leeser in de goal. Uh, rechts ja. David de Vauw. Ja? Centraal stond uh, Timothy de Rijk met Laurens de Bok. Oké. Okay. Nee, Jelle Ja, Laureus, hè? ja dat mijn een, boekje, hè, dat boek... zijn echt gewoon superfitte profs. Uh, <laughs> dus, en dan uh, links uh, oh, Super De Lorge. Lo, uh, Laurent De Lorge. Wie wie De Lorge? Laurent De Lorge. In het middenveld had je Timmy Simons, uh, Sculasson en uh, de Laplace. Van voor stond Jelle Vossa. Ja, vaar. Uh, rechts en links, wie stond er nog? Rechts ja, toch gewonnen daar. jullie? Ja, gewoon. Dat is wel echt puur op kwaliteit. Dan, hè. Ja, het was echt, want zij, zij waren aan het drukken, ze waren aan het lopen. En, en echt nog het was echt op scherp van de sneeuw. En <laughs> is 2500 het. mensen. Zijn. Ik zag een steward van Zultenwagen op de bekerfinale en die mensen kwamen zeggen: ja, Het was echt wel plezant. Hè. Ja, het was echt plezant. Het had echt, echt, echt wel animo in. En ja, het zo, zijn 5000 mensen. Ja, pff, afgerond. Het, 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 voelde <laughs> het voelde aan als 5000. Het voelde aan als <laughs> 5000. Oh, sorry, ik vond dat al veel, 2500. Ik doe hier uh, de droomte niet. Sorry. <laughs> Dat nee, maar het een, was echt heel was echt Ja, het was tof. Wie was de beste van de ploeg? Uh, Jovanovic was... Denk je, Jovanovic. Maar en in hij, de tweede helft is Fredje Dupré nog bij ons erin gekomen. Oh, ja, leuk. Ah, ik heb een heerlijke foto gezien van jij met uh, Dupré. En heeft Jovanovic dan nog een versnelling? Ja, ja. ja. We, de eerste goal dat wij maken, draait uh, uit. En uh, Timmy komt heel veel druk zetten en hij doet zo... De... Ja. Uh, de links-rechtsbeweging. En hij was direct weg kroeschecken ja ja, ja. Hij was, echt, uh, was was verscharen ook in de beek hij was weg ja. en geeft hem een breed aan uh, McDonald's en die want uh, dat is dat legend game dat is echt nog wel een goed niveau maar dat snelheid is al zo wat uitgezogen ja. precies vanaf ja, uh, Maradona als je dan als je die legend game zes ja, spelen ja, die in bal diep jelle die vossen diep ja Juas uh, erachter. Dus, ja. Uh, had direct, Want... hij ook nog scherp. Hè? Ja, had hij ook nog scherp. Want ik zag hem zitten naast Bernd Thijs op de bekerfinale. En daarom was hij er. Ja. En, de, en dan Bjorn de Wilde was ook nog niet geval bij ons. Maak dat maakt dat niet Daar wil nou, ik geen uh, duw van krijgen. Ja. Ja. Een beest. Allee, vooruit. Goed geamuseerd dus, Steven. Uh, absoluut, absoluut. Goed, ge, goed Geen blessure. Uh, geen blessure in iemand uh, schoolniveau, denk ik. Uh. Dat vind ik een beetje jammer, want ik had gehoopt <laughs> dat hij met een lichte blessure, waardoor hij ging zeggen dat ten is wel uur en een half is ook goed, maar mm -hmm. helaas. We gaan toch voor de 1-10 moeten gaan. <laughs> <laughs> en in welke, in welke wave ga Kijk, Ale. Dus hij stuurt mij: hey, ik kan u meekrijgen in wave 1. Ik zeg: Nee, we moeten in wave 2, want dan loopt je achter in wave 2, dan loop je veel meer mensen voorbij. Dat is, mentaal is dat super. In wave 1, die vertrekken en je staat er. En je wordt voorbijgelopen door ja, word, de goeie ja, van wave 2. Dus ja. ik wil hem in wave 2 krijgen, hij wil per se in wave 1, omdat hij natuurlijk Noblesse Oblige even de voor is. Ja. Dus ik denk, ik denk niet dat we samen gaan lopen. Ja, we gaan samen Ja, we gaan samen lopen. Ja, we gaan, gaan samenlopen samen, samen maar, maar de onderhandelingen wachten, lopen he? nog. De onderhandelingen lopen nog. Ja. ja. De onderhandelingen lopen nog. Ja, we moeten kijken in welke wave dat we gaan starten. Ja. Oké, okay. dus jij staat voorlopig in wave 1 en jij in wave 2. Ja, maar ik mag sowieso naar wave 2. Hè. Maar hij kan ook in wave 1 komen. Normaal kan je nee, niet nee. zakken. Ik, ik mag eigenlijk niet naar wave 1. Nee. Maar, maar we, we kennen wel bepaalde mensen die dat eventueel wel kunnen doen Steven water, kent bepaalde wave. mensen. <laughs> Nee, dus ja. Um, nee, goeie weekend. Ja. Goeie match gehad en dan ja. <laughs> Goeie weekend, ja. Okay. Nee, het was echt plezant. Het was echt, het was echt plezant om te doen zo. Ja, shotten is plezant ja, he. en is. Ja, absoluut. Mijn katten vonden het iets minder na, na, na 60 minuten. Ah ja, want het is nu zondag, de uh, 10 miles al. Ja. Ho, ho, ho. het is er snel hè Sam, je ga jij doen zondag? Mm, Manchester misschien. Jullie gingen toch meekomen? Ja, nee, dat ja, is iets heel zo Zo'n zo, zo spandoek waar je nog kunt doorkijken, Ging ja. jij toch achterstaan? Zo. Ja, maar dat bestaat nog niet. Hup, hup, Steven, En een, een t-shirt je dat ook niet regelen over 19 minutes? Ja, dat moet eigenlijk wel nog snel geregeld worden. Nee, ja, nee, 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 nee. Ja. kom jongen. Zo, dat gaat, gaat rotkwaliteit zijn. Wij, moeten, wij lopen... Philippe, hallo? Nee, zo, ik heb echt uh, sinds kort zeer goede loopt shirts die, <laughs> ik, die ik niet meer, ja, dat weegt niks, dat is echt fenomenaal. Ik zorg er vooruit gaan. Uh, Energiegelken, hè. Dan ja dat, dat de... is nodig hè uh, ja, ja. Kibber, van de Savic Ik me niet eens zo Steven <laughs> Steven wat is <laughs> <broer. laughs> al die mensen om en dan gaan we want je bent zo <laughs> in de konijnen hebben ze twee rode lichtstralen <laughs> <laughs> naast <laughs> mij oké Steven Doe dat ja er is niets gekomen van ons plan om, uh, om, om te gaan supporten ik moet werken Ander echt nieuw ja, jij, moet, jij, jij gaat dus s'avonds laten wedstrijden. Ik ga s'avonds een Spaans doen, maar ik kan doen union zien, maar ik kan daar niet geraken. Okay. Ik heb dat vroeger met de moto gedaan, na de 10 miles. Dat, wil ik echt, dat, dat was crazy. Ooit ja. een Anderlecht-Gent. En, wow. En ik, ik, ik heb nog nooit... Ik, ik hou niet van uh, motors. Ik, ik heb zeven midlife-crisissen, maar geen motto. <laughs> en ik moest mee Zo bij racht. iemand van de VRT. De mannen die dus perfect veilig, mannen ja. die de tour gewend zijn. Maar ik zat daar zo verkrampt op en dan al rap gelopen. Want ja, dat is dan echt tegen de tijd. Want je moet, en je raakt niet weg, hè, dat is het probleem aan de miles. Je, je kan wel snel eindigen, maar je, je moet daar weggeraken. Dus je kan daar niet je auto placeren. Je, je, de, de, de tunnels zijn ja. Ja, verstopt, dus dat is, dat is heel moeilijk. Dus Loop met de een motto. Loopt nog, nog een beetje door. Ja, <laughs> dat is ook niet meer. Maar dus met die motto. En we draaien de Brusselse ring op. En ik heb een kramp, man, van zo te zitten hè? zo. zo, van, zo die, die gast die je al denkt van, Wa, wat zit je hier? Waarom pakt hij me zo vast? Man? Allee, die zijn profs gewend. En, en zo, en ik, ik heb een kramp, zo zo, zijdelings. Hè? zo. Van, oh, ah, man, echt. En dan nog commentaar geven. Oh, ja, ja, maar daartegen was ik wel weer. En uh, dat Ja, maar Ik heb deze ja, schat uh, na een wedstrijd. Wat zeg je, Steven? Ik heb deze schat na een wedstrijd. Dus ik zit in de bus, hè. Ik, zit, ik zit zo, en dan op een bepaald moment, ik krijg kramp in mijn hamstring. Dus ik probeer mij te strekken. Op het moment dat ik strek, krijg ik kramp van boven. En het heeft het echt een half uur geduurd? Oh, uh. zo altijd, dan de hamstring, dan de quadriceps, dan dat. Echt een half uur. Dus Ik, ik, ik zat daar zo heel lang. Ah, 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 echt zo. Maar echt serieuze krampen, hè? Echt serieuze krampen dat echt... Dat geluid is very, very knippen uh, Dat was uh. toch een raar moment ook in die finale. dat Hanke Olsen moest. De kram bij, ik denk ja. Castro Montes, dan laten ze dus geen verzorging nee, op. Maar het ze ze willen dat niet, want ze moeten van het veld. Dus ik denk, de, als er er verzorging dat is, als er verzorging is, moeten ze van het veld. Ja, ja okay, dus dat ik, denk was... dat, ik denk dat hij niet wou ja, dat er verzorging was. Dat kon. was toch ook fout bij, bij wie was het? Ja. Die twee keer verzorgd, Tiso Dali, die liet zich wel masseren op een moment dat er mega verzorging was. Ja. Die moest dan buiten het veld. Dan denk ik: ja, jongens, dat dus weten het nu wel. Ja, ja. Dat is echt. Dat is ik echt hè? Vind ik ook. Maar het was, het was de assistent die... Um... Ja, het was... Uh, Christophe, Christophe Dierik, Dierik, ja. Ja. De vierde man is dat dan waarschijnlijk. Ja, ja. die wordt VAR... Uh... Gaat hij stoppen uh, op het ja, ja, die wordt... Uh, VAR-coördinator. Coördinator, uh. Ah ja, oké. Okay. Want ja. Ja, die mensen ja. is al op leeftijd ook, dus ik snap... Ja. Ja. De... Ik vind dat zot in de Premier League. Uh, Mike Dean stopt nu. Die is 50 jaar, denk ik. Of... Ja. Ah, het is ongelooflijk. Die is zelfs ouder. Ja, ja die is die toch ongelooflijk? En die John Moss. Ja, John Moss. Die legt matchen stil. Als het te snel gaat, hè? dan, dan zit hij een fout. Hè? Dan is. Dan zo, kom eens babbelen. Ja, ja. En die speler babbelt. Hè? Niemand heeft geen adem meer. Hè? Dat is echt niet normaal. Jonathan Moss. Ja, ja die mensen. Dit is ook tegen de 60, denk ik. Dat is echt zot. Die, 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 ja, je ziet die ook echt uithijgen. Bij een, nu, bij dat vabbelen. zijn wel mannen die het spel snappen. Hè? Dan moet je er wel. Allee, Dean, maar minder. Maar Moss. Die, die, die gaan uiteindelijk vrij weinig in de fout, vind ik. Ja, maar die, die zullen ook wel ervaring hebben dat ze weten waar ja. dat ze moeten lopen. Terwijl dus als je zo'n jonge gast zijn, dan wil de overal misschien ja. dichtbij zijn. Dan gaan ze lopen, sprinten. Die zeven je keer wilt. een bal tegen nu. Ja. Ja. Ik denk als je jou tegen de vijftig bent, dat je wel weet waar je moet staan. Napoli-Roma 1-1 trouwens. Ja? ja? Ja. Gedaan? Ja. Dus Napoli. Ah, ik, heb ik, 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 ik heb mijn quiz in mijn Italiaanse twist. Ah ja, oh, okay. we zullen eerst de quizvraag van Steven ja, en dan nice. misschien nog inhaken op uh, ja, de titel die weg is voor Napoli, vrees ik dan. Uh. Er is acht minuten mogen, terwijl Spalletti had gezegd, ja. Ja, ik ga ze samen laten starten. Leard, 82e minuut oud voor Ossiemen. Ja, Daar werd, werd heel hard geschreven overal ja. en ze hebben hem die vraag gesteld en zo, dat de vraag ontweken, maar het ja, was wel... bij Dries een... Ja, dus hij, maar hij had, wel, zo, hij had wel zo laten toegeven. ja, Misschien had ik dat toch moeten doen. Dus ja. dat was al voor Spalletti. is wel ja, ja, een waar. zeer grote opening. Maar, dus dan doet hij dat. is ook een kijk op Dan doet hij dat opzettelijk. Wisselt hij in minuut 82. Ossiman eruit. Dries erin. Dat, dat is echt Spalletti. Dat is typisch. Ja. Koppig. Dat een dep. Ja, een goede taal. Een analyse is gemaakt ja? bij Sam Kerkhoff. <laughs> <laughs> palet is een dip. <laughs> ja, dus ik zal uw analyse maar niet maken. <laughs> ja, Steven. Allee, allee, bedoel, Welke Filip, drie Italiaanse clubs. ben <laughs> daar niet goed hè? hebben een Europese Beker of Champions League finale gespeeld. maar nooit de competitie gewonnen? Dus nooit de... Parma. Nee, klopt niet. Die zijn ook ja, eh, Parma Vrijf, heeft toch eens een. Nee. Nee, niet de Champions League. Ja, Juve wel. Er wordt altijd gezegd nee, maar Juve heeft heeft er meer verloren, maar heeft hij gewonnen op de heizen. IJs Roma met de missers Falcao die geen penalty wou nemen. Spaghetti-legs van Grobbelaar. In eigen stadion. Maar roma is toch kampioen geworden? Ja, maar geen Champions League gewonnen. In eigen stadion van Liverpool 1-1 en dan. Ah, sorry, dan heb ik de vraag totaal verkeerd begrepen. Dus, wat is, dus, dus hier... welke drie Italiaanse ploegen hebben een Europese finale, uh, Champions League finale, uh, gespeeld? Uh, gespeeld, maar nooit die competitie gewonnen? Ah, ik dacht nooit, nooit de competitie gewonnen. Nee, Sampdoria. Sampdoria is twee, ja, ja. 92 Wembley met Koeman. En Lazio? Nee. Nee, niet Lazio. Maar Verona, Fiorentina. Nee. Ja, Fiorentina. <laughs> maar is dat dat is zonnig. En wanneer die? <laughs> dat is een pure Heel vroeg. in de nee, Ja, Dat, dat, 60. Bij, dat, nou, dat ja. moet echt heel vroeg zijn. Oké. Okay. Top. Dat heb ik nog een tweede. was een Ik heb nog een tweede dan. Ja, maar ja... dan, omdat we het zo goed hadden. Ja. <laughs> dat was wel snel. We hebben, nog nooit, we hebben nog nooit extra uitleg gekregen bij een antwoord. Dus nee. dank ik wel, Philippe. staat ja, ja, staat ja. niet ja, in ja. <laughs> nee, die app. Nee, die finale is... Uh, die Bartolomei hè. Die, die Bartolomei. Nee, ik ken Ik, ik heb het niet sorry, heb dat veel dat verteld hier. Of bij jou. De, de aanvoerder van dat Roma, die ah. tien jaar later ja. uh, zelfmoord wordt ja. Ja, op dat moment. Dat en was die wedstrijd. dat heb ik hier gezegd. Ja. Zijn naam was mij dus al ontgaan. Welke twee Italiaanse spelers hebben een Premier League Player of the Month gewonnen? Zola? Ja, dat is één. Absoluut. Di Canio? Nee. Nee? Oh. Goeie ook. Federico Macheda. Nee. <laughs> Ken je die nog? <laughs> nee. Die nee die gewoon de... twee golven gemaakt. Recent dat recent? Aston Villa? is vrij recent, ja. Dat is recent. Ja. ja um... nee, ik ging Viali zeggen dan, maar ook nee. niet. De linkse bak van Chelsea? Nee. nee ik dat was denk Bellette, Belletti was dan in Italië? Nee. Nee, hij was dan in yeah, Brazilië. Yeah. Yeah. Ja. Maar ik snap Ook uh, mm. Of Oftewel in Italië in Brazilië. Nee. Ja, pas in ja. Ja. Uh, Wacht even, denk je. Die stilte in de podcast. Pelle. Graziano Pelle. Ah, ja. mooi. Heb oh. ik echt een antwoord? Ja, dat is een antwoord. Dat is wel ja zeer goede gok zeer goede gok, gok. Nee, nee. ik dacht geen saus zeer goede pelle pelle zeer goede nee, nee. Nee, nee. weddenschap ja nee, nee. pelle ja, nee, nee. Ja, nee, nee. Oh, nee, man pele. toe. pelle ja maar bij Southampton maart hey, die 2008 een ploeg, man. Ja. Ja. die hadden die hadden ja. mané die hadden van dijk ja. wat heb je, ik het maart 2008 nee dat is niet zo lang geleden Tadic. ja alderwielot die hadden een ploeg ze word proust toen ook al beter dan nu maar ze hebben wel weer een van dalana wat zeg je? Ze hebben wel weer gewonnen van Arsenal. Ja. Hey, mijn United gaat het nog halen. Hè? Mm, het is één match. Hè. Weer een hat-trick van Cristiano. Ja. Nou, hey, maar alleen tegen dat Norwich dat je die terug laat komen. Ja, ja. maar altijd als Cristiano iets doet. Nee, nee, het doet. gaat niet over Cristiano, het gaat over de ploeg. Ja, ja dat je die laat dat dat 2-0 voorstel tegen Norwich. Ik heb gezapt, je... hè, ik kreeg gewoon een sms. Haha, United. En toen dacht ik, hé. Huh? Maar oké, okay, teruggezapt. Het, het, kan, het geeft niet hoe, ze staan er wel weer tussen. Wat, wat twee weken geleden had niemand dat geloofd. Als je ja, zag je Tottenham en niet? Arsenal. Nee, ja, dat kan Ja, Morgen, hè, morgen nee, op Anfield. Je twee weet, maanden maar... geleden hadden we gedacht dat Arsenal. of een maand geleden hadden we gedacht dat Arsenal. los naar die vierde plek zou gaan. We hadden het toch een moeten niet halen. Nou, hey, Trossard, goede goal. Hè. Ja, fantastisch. Heel mooi. En gedaan. die schijnbeweging en dat binnen tikken ja. buitenkant. Wow. Ja. Maar, hey, je nee, voelde nee, het komen ook. Hij heeft op, nee, nu gescoord op Arsenal 0-1 en op Tottenham ja. 0-1. Hij heeft wel niet zoveel goals. Nee, nee, ja, ja, langs is weinig. Zes goals. Ja, je, je, goals. Hebt in, je leeft altijd in een perceptie bij hem dat dat er meer zijn. Omdat hij wel vaak belangrijker maakt. Ja, die, die, Waardoor hij die wel te zien krijgt. blijven ja. hangen. Ja. ja, dat is waar. Op Liverpool had hij ook een goede match gespeeld, weet ik nog. Uh, Trossard. Ja, dat ja. is oh, een, ja, een heel goede shotter. Ja. ja, want moet die, die moet mee. Sowieso. Wel, uh, ja. Die moet mee. Ja, die mee. Ja. een ja. verwoord ja. over, over Jan, dan zou hij toch heel hard getwijfeld. Maar natuurlijk zou heel veel spelen. Hij is niet 26 man terug? Ah, ik heb me dat ook altijd? afgevraagd en ik heb het niet opgezocht. Ah, ja, dat Slechte niet. journalist. Het was de eerste tijd, het was toch 26 het laatste... Ja, maar ja maar dat was door EK, corona. Ja, het EK. Maar dan en daar dan... is dat nu niet, omdat je maar twee weken ertussen hebt. Ja, ja. Nee, en ja, nu je 30. De, ja. Twee weken tussen, corona zal wel een opstootje zijn. Ja, opstootje. dat is gewoon een drama, Filip. Ja, natuurlijk. Ja. Als je 30 spelers moet voorbereiden... Ja, je kroeg. kunt het niet meer voorbereiden. Dat heb ik nu al beseft. Je kunt het niet meer voorbereiden zoals in de zomer. Dat gaat niet meer. Je kunt toch niet... Nee, dus op een week hetzelfde doen, dan het is ook, dat het je we op een week zijn. Hè. Het gaat ook niet zo dat je, je gaat direct naar dat kamp moeten, direct moeten spelen. Dat is niet zo. Mm. Wow, ik eens daar, dat die bal rolt. Ik geloof dat. Ik dat denk van wel. Oh, eens. Ik had trouwens een vraag over kom, nu commentaar bezig zijn. Ja? Uh, Jelle vraagt waarom geeft Filip nooit commentaar met een co-commentator? Toen dacht ik mm? dat is een keuze van de VRT en PlaySports toch? Ja, alleen, ja, alleen dat heeft niks met mij te maken. Voilà. Bij 11 ben je bijvoorbeeld het, bij, je met Ja, je ik heb biel. dat wel gedaan. Ik heb voor, voor uh, Telenet, voor de Belgische competitie, had ik, had ik uh, Eddie Snelder, Scheer de Vlieger en Mark de Grijze. Die roleerden, waren we met dus dat, dat heb ik echt wel gedaan. Dus het is helemaal anders. Hè? Maar wat doe je het liefst? Als het een goede match is, alleen. Ja. Maar, en, maar, maar niet 10% liever. Hè? Want dat, dat lijkt nu. Maar een goede match, alleen het voordeel is allee dat is een soort uh, vergelijk dat met een piloot die je vliegtuig aan de grond zet zo'n match en je kunt je hebt dan meer in de hand. Je maakt je zinnen veel minder af als je met twee bent, ja, vind ik. Uh, dus dat zijn de nadelen van met twee. Als het een mindere match is, vijf maanden dat er iemand naast je zit waarmee je eens kan lachen, waarmee je, Dus hmm. eigenlijk wat doe je liefst is, is geen antwoord op. Hmm. Ja, het is, okay. het is ook uh, wel zonder blijven. namen te noemen, maar er zijn ook wel. Co-commentatoren die. Oh ja, tuurlijk, Die zeggen van een blinde ziet. Hè. Dan ja. Ook, ja zwijgt dan. Nee, maar... En we zijn er ook hele goede, hè? Dus, maar dat heeft maar ook te maken. Vind met. vind ik ook wel irritant. Ja, ja. Maar het heeft er ook mee te maken als je. Hoe moet ik dat zeggen? Zonder over te komen als. Uh, wauw Maar ik denk dat dat een, uni nee, dat dat een universele wet is. Als je, als je als commentator zelf goed bent en veel ziet, is het voor de co-commentator ook moeilijker en hoor je heel vaak waar ik me aan erger. In een, als ik luister herhaling. naar mensen... Een herhaling. Ja, ja je het. hebt gelijk. Ja, nee. Uh, dat is Dat da is heel moeilijk. Mm -hmm. Moet je dat niet als commentator? U, u downsizen. Ja. ja. Dat kan ik niet. Nee. Filip <laughs> leidt bestaat niet. Nee, dat kan <laughs> niet. Philip zonder principes bestaat. Philip zonder leidt <laughs> Nee, ja, dat, maar dat <laughs> doe jij ook niet. Dat, dat, dat doe je niet. Jawel. Denk nee. dat wel. Denk dat wel onbewust, omdat je, mijn, mijn, ik, ik behaag graag mensen. Hè. Allee, Lise, mijn vriendin Lise noemen ze niet to please, dus dat is nog een graad erger. <laughs> <Yeah>. <laughs> oh. Need to please. <laughs> ja, to please. Need to please. Need to please. <laughs> need to please. We ah, hebben ja. onze titel. Ja. Oh, nee, dat zou ik <tie> erg vinden. Nee, nee, nee. nee, maar ze noemde zichzelf ook zo. Omdat zij ook altijd op een goed blaadje wil staan bij mensen. Dat heb ik nu minder. Maar ik wil wel vooral dat mijn koos zich ook goed voelt of dus zo. Dus jullie hebben een collega. collega. Ah ja, want jij wil op, oh. en zij wil op een goed blaadje. Ja, maar thuis is ze niet niet toepriezen. Ah, Oké. Okay. Ze. <tie> <Okay. tie> <tie> <tie> ze kijkt niet zo verstaanlijk Nee, ze nee, nee, zeker niet. Goh, <tie> een snippetje, snippetje. Ja, zag je inderdaad. Dan snippet er weer. Tja, kan ik eraan. Ja, mijn eigen... <laughs> uh, ik weet totaal niet meer waarover we bezig waren. Ah, over de strijd om de top 4 in, uh, in Engeland. Zeg, is dat niet het allerergste voor Ralf Rangnick? Hè, toch met een, een filosofie die clubs heeft opgebouwd. Vaak vanuit, uh, vanuit de tribune, meer dan van, van langs de zeilen. Maar oké, okay, dat je dan met al jouw principes naar Manchester United komt en dat je dan zeer dankbaar moet zijn voor een hat-trick van Cristiano Ronaldo. Die haak staat op de full gas... Echt, Weigeren mee. toch nu al. Rang ik bedoel. Ja. Weet ja. je wie wel? Weet je wat dit seizoen gaat opleveren? Elanga, Daar geloof ik wel. Ja. Mooi, ja. Dat is toch echt een goeie. Ja. Echt dat waar. is een lichtpunt, zoals dat Rashford daar. En Cristiano ooit neemt ook hem ook wel eens wel anders zijn vredels. Ja, dat ja, Was mooi als ze daar samen. Dat, ja, dat was. En ik had toch ook zo film gezien in de spelerstunnel nog. En dan maar was het maar echt zo. met hem en Sancho ook dat hij... En ook die Maguire staat dan zo van, een beetje van voor Maguire te wezen. Die Cristiano <laughs> loopt die allemaal af. Allemaal high five. Ja. Allemaal op scherm zetten. Hij was echt de kapitein zonder, zonder de band. Maar ik denk dat, dat, echt dat, mooi dat hij ook wel inziet. Ah ja, die voelt dat. Hè. Die lang. Dat is ja. materiaal waar, waar ik zelf ook iets aan kan hebben. Als het centrumspit. Hij heeft ook ja. voetbalbrains. Ja. Ik vind dat hij vaak de juiste keuzes Absolut. maakt. Absoluut. Dus. En snel ook nog iets. Dus hij heeft. De... Maar als je, nu jeugd bent, jeugd en... oh, nee. als je nu ten haag bent, je laat Cristiano ja. toch niet gaan? Nee. Je ja, zou toch eens een goed gesprek moeten hebben, want je bent een jaar ouder. Hè? Ik snap dat je tegen hem zegt, we gaan nu in bepaalde matchen gaan we anders moeten spelen om het te doen. Maar kunt, zo kunt, kan een ploeg Cristiano Ronaldo niet gebruiken. Hoezo? Ja. 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 Tegen nu in Norwich, tegen Tottenham, tegen Atalanta. Tegen zoveel matches dat hij ze er ja, alleen. Hij heeft, hij heeft het heel goed gedaan. Dit de de out nou is... toch, hij de is oud aan het worden. Dus hij gaat sowieso minder en minder matches. Ja, maar kunnen dat is spelen. de reden. Kan, kan hij, hij dat? Ik, ja. ik heb het gevoel dat hij ook voelt: dit is mijn laatste kunstje. En ik, ga, ik, kan, en ik kan in een andere dan elders. rol ook echt helpen. En ik bedoel niet een b Daar nee, 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 nee. Maar ja, dat is ook maar Dat je tegen City, tegen Liverpool, dat je daar zegt. Dan gaan we anders spelen en dan kun je hem ook nog van de bank brengen. En het is ook niet zo dat... Aldo. Haller is ook niet de mega-jagende spits. Daar moeten we ook niet in overdrijven. Hè? Uh, nee, maar ja, oké. Okay. Zet Cristiano bij Ajax en die scoort er 2000, denk ik. Ja, maar ja. dat bedoel ik. Ik, ja. bedoel, ik bedoel, het is niet dat Den hag bij Ajax een spits heeft nee. die alleen, maar, heeft die alleen gelegen, maar in balverlies zotte dingen doet. En kei, dus in die zin, stel, stel dat hij wat, het Ajax-systeem wil implementeren, kan het blijkbaar toch redelijk zonder... Maar die mens die mensen, die moeten keuzes maken. Die ja, het is nu officieel ondertussen. De laatste keer was het nog niet officieel, denk ik, toen we spraken. Maar jij zei dus: Ze moeten een goed gesprek hebben. Dat klopt dus eigenlijk. Hè? Dat is... Ja, tuurlijk over wat, wat Cristiano denkt over de hele situatie, over zijn situatie, waar het naartoe wil en welk systeem hij wil spelen. Filip zegt ja. Mm -hmm. Als de spits niet zoveel moet lopen, maar hij gaat wel wedstrijden hebben waarom je echt wel 11 spelers nodig hebt die een bal verliezen. Hmm. In de Premier League meer dan... dan Tuurlijk. En je, je, je coacht niet de beste ploeg van de Premier League. Hè? Nee. Dat is het verschil. Hè? En dan je coacht hij, wel de beste ploeg van de Eredivisie. Als hij gaat zeggen van, kijk Christian, ik ga je niet elke wedstrijd kunnen gebruiken, ja, dan moet je zijn reactie afwachten. Van, is hij ermee akkoord? Wil hij meegaan in dat verhaal? Of zegt hij, nee, ik wil elke week spelen? Ja. Omdat hij denkt dat hij dat nog kan? Of, of, en of wil niet. hij... Ik, ik geloof echt dat hij droomt van de Champions League te winnen. Hè? Dus als, United ja, daar niet, ja. dus als United er niet bij is, wat nog altijd echt wel kan, ja, misschien zegt Cristiano wel als PSG komt, ik oh. wil naar PSG. Ja, De kans is groter dat, dat ze het niet halen, dan als het wel halen ja. nog altijd. Hè. En dan, dan zegt hij misschien, ja, laat mij maar naar Parijs gaan. Allee, ik denk als het nu niet in halen, zijn hoofd. Dat hem in Europa klaar is. Ik denk dat hij wel misschien gaat vertrekken als ze geen Champions League spelen, want Cristiano niet Champions League ja, spelen. Ja, voilà, dat bedoel ik. Maar dat is dan, dan zo MLS of zo... Ja, dat zou ik kunnen ja. dat zie ik hem wel nog eerder ja. doen dan nog iets anders in Europa ja, ja, dat is de Galaxy of naar Miami of zo ja, ja, heerlijk Goh, ja, ja, maar ja ik, ik weet wel Cristiano van die toch ja, stardom ik, wel omarmt en die gaat er alles kapot spelen ja, ja maar ja. ik weet wel van uh, alle mannen die daar gespeeld hebben het eerste wat die altijd zijn lopen die Amerikanen lopen ja. want ja die zijn allemaal topfit de, maar Cristiano is ook topfit hè ja ja maar niet meer, niet meer in het lopen hè maar ja, als later dan maar komt. Ik vind dat hij toch topfit. Ja, topfit zijn lichaam, maar niet, ja, ja. Maar niet meer nee. in de kilometers die hij vreedt. Dat is logisch, hè? Het is, is al ongelooflijk wat hij nog doet. Ik vind de dingen dat je hem nu verwijt, deed hem ook niet als hij hem topfit was. Ja, jawel, man. Ja, waar de linkerflank komen, zijn versnellingen en zo. De versnelling ja, is wel okay. minder, dat is allemaal logisch. Ja. Maar het is een geweldige doelpunt te maken. dus dat hij, maken, dat hij die dus die MLS daar... kapot scheurt, om eerlijk te zijn. Sorry? Ik denk dat hij de MLS kapot scheurt. Dat dus daar zou zitten ik maar. denk, allee, slecht voor... Of nee, een goed voorbeeld van hoe je het niet moet doen is Gonzalo Higuain, die, die toekwam en ja. die stond veel te zwaar en die was niet fit. Nee, ja, ja. Ja, Cristiano Ronaldo is wel nog altijd ja, topfit ja, ja. en ik denk dat hij... Die... Alleen moet je, is ja, dat wel dat een rare competitie waarbij het ene jaar de ene ploeg... Heb ik het gevoel, hè? hoog eindigt. En dus je, je kan ook niet zeggen: ik ga naar daar en we spelen top 2. Dat is, dat is heel vreemd. Hè? Maar je, dat Is hij dat ook niet meer met een playoff? Ja, ja, ja. ja, je kan, niet, kan je zakken. Nee, kan je kan nee, niet zakken. Ook Oké, nee. nee. nee, okay, dus nee. hij gaat niet degraderen zijn laatste seizoen. Stel, stel, stel je voor. Zakken met Phil Neville als coach. DC United <laughs> met Losada. In, oh, dat is zes op zes begonnen, nu 6 op nee. hey, achttien. Ik was meer gezien. Hey, actie leuke ten. actie hè? Ja, helemaal ja. ja. Pozuelo. Ja. Ja, dat is toch ook niet echt super goed verdedigd hè? Nee, dat wel niet. Tussen MLS en Steven. Daarom. is het niet Cristiano. <laughs> maar goed. Nee, nee, wat wil je zeggen? Uh, wat wou ik zeggen? Uh, Higuain die zat echt zo met mentale problemen na Juventus. Ah oei, is het echt? Ja, ah, oei. Dat wist ik niet. Nee, dat is gewoon iets wat je wel mee moet nemen. Dat hij het plezier in het spelletje door alle mm -hmm. Juventus dingen volledig kwijt was. Ja. Ah, want is dat, is dat recent ontlicht gekomen? Wat heb ik helemaal gemist? Uh, nee, die heeft dat in zijn interviews gezegd. Ah, okay. Ook in zijn wel eens Chelsea, Milan. Zegt oké. Zegt Valencia. Geloven we daar. Ja, vraag van iemand. Dries, is de Sudali goed genoeg voor La Liga? Goh, ja. mogen we voor Valencia antwoorden? Ja. ja. Want dat is de enige ploeg die Dat je lijkt, je hè? Ja. Zie jij Valencia alle week spelen? Ik niet. Dus ik, nee, vind, ik vind dat moeilijk. Ik, nee, kan nee. Daar, ja, maar, ik, ik weet Ja, nee. Nee, maar... Dat is wel een ploeg die, die ongeveer alle foute beslissingen maakt die ze kunnen maken. Hè? De ja, bijvoorbeeld. Wat <laughs> je ja, ja, in, 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 in La Liga. Ik zie die wel in La Liga, ja. heeft, nee, heeft. De, 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 de kwaliteiten die je bedenkt bij een La Liga-speler heeft Tisu toch? Of Al, ik ben niet Valen zuiver genoeg in Valencia. Ik geef geen 10 miljoen aan Tisu Nee. Wow. En ik ben Tisudali en ik, ga, ik gebruik Valencia om bij Gent gewoon echt nog een heel dik contract te tekenen voor vier, vijf jaar. En voilà. hier gewoon de baas te zijn. De CEO. Ja, ja maar ik denk dat nee, nee. managers die het interesse wel gaan gebruiken. Zijn. En hij had toch ook iets gezegd van, een sterkhouder moet beloond worden of ja, ja, daar is hij wel al een tijd mee bezig. Maar hij speelt er een jaar, mag ook wel, ja jaar en een half. Ja, hij is wel sterkhouder. Hè? Sorry. Het <laughs> wel ja, Hij is de <laughs> ja, dus beste van de Jeb 3 ja. op 15 zonder hem, hè. Uh, in de Afrika Cup, ja. Dus ja, ik vind dat echt, dit seizoen de beste speler van de Superpolieke eigenlijk. Maar goed. Ja, dat is weer een goede vraag voor profvoetballen van het jaar. Zal hij er dicht tegen zitten? Uh, hangt nog af van de titel. Ja, Unav en zo man. Dat is echt hè? wel een gouden gast. Undov en die dan doen. zo dat soort dingen horen zeggen is ook wel wat raar. Daar, daar voelt je die manager inderdaad wel al achter. Mm -hmm. Want eigenlijk, die so dali gaan kamperen in ja. ja, Chinenko in de, met in de, de bergen in Zwitserland. Ja. Dat is die zijn leven. In een gouden tent. Ja, niks mis mee. Dan regent het niet binnen. Zeg, mag ik nog één ding op opwerpen? Um, een heel leuke suggestie. Ik, als, ik, als ik het nu niet zeg, ga, ga ik het sowieso vergeten. Uh, dat ik op YouTube heb gezien, of had jij het doorgestuurd? Ik weet het niet. Iemand had het mij doorgestuurd van op YouTube, hmm, zo was nee. het. Huh. Een idee dat iemand opperde. En uh, ik zei van, mannen, een gek idee dat ik heb gevonden... Um, wat nu, als het, het was een discussie over de punten van Union, gaan ze die niet krijgen, die drie punten ah, of dat niet. Je, he? Gezicht, he. Wat nu als je in plaats van de punten te halveren, gewoon vanaf nul begint, maar je neemt de punten mee um, van de onderlinge resultaten, van de clubs die zich gekwalificeerd hebben. Dus als dan, he, dat zijn dan hoeveel matchen? Ik weet het niet, van buiten 18 of zo, zeker 18 punten te verdienen. Mag ik daar direct het probleem uh, ja. bij zeggen? Het ja. probleem is, als je. Je bent nu Union. Ja. De laatste vijf matchen speel je niet meer tegen een ploeg. Je speelt tegen, tegen vijf ploegen die tussen 10 en 17 ah. staan. Ja, dus dat gaat nergens meer over. Je beïnvloedt de degradatiestrijd. Zonder je best te doen. Ja. Want het hoeft niet meer. Ja. Dus dat is daar het probleem. Dat ja, kan hoor. al vrij vroeg gedaan zijn. Met, allee, het kan al vrij vroeg geweten zijn. Wie, ja. en... weet, je wat je, weet je wat je wel kan doen? Is uh, daarom loten. Hm? Daarom je kan, je kan loten, zeggen: kijk, een één of twee. <laughs> Sorry. we loten systeem 1 of 2. We loten. Ach, achteraf, maar ja, achteraf. dan weten we niet wat we gaan toezetten. Ah nee, ja, of we, of we delen de punten, of we loten, ja. Nee, nee, nee maar nee. Ja, ja, dat. Nee, nee nee nee, ja. nee, ik snap, nee, dus is... jaar, nee nee, ik snap. Nee, ik snap het wel, maar dat we krijg je ieder jaar een ander systeem doe, Dat kan nee, nee, dan ja, zijn. Nee, ja. je, je weet dus welk dat je kiest, Maar je moet doorgaan tot op het einde. En nee, ik, ik help Aster maar die het een geweldig systeem vindt. Ja, maar het is om, om geen om het, geweldig systeem. Wel geweldig. Nee nee. Als een leuke leuke hoe Ik had er nog nooit over nagedacht. is wel boeiend. Ja. Maar ik ja, ja. snap, Filip, dat niet, niet, niet zo... Want, allez, sorry, of... je kan het niet doen door wat ik zeg, hè. Daar zijn we toch over nee, eens. Nee, dat is waar. Allee, is waar. Ik, door de toestand dat je... 100%. Dat kan je onmogelijk doen. Maar, dus als je het dan toch zou willen doen, is dat de enige manier. Dat je één kans op twee hebt, dat je het aan je lekker ja. hebt. <laughs> dat zou wel tof zijn, eigenlijk. <laughs> hey, het, het is, het is duidelijk wat we moeten doen. We moeten gewoon Bakkelen. play-offs wat doen zonder, te, zonder punten aftrekken of zonder te halveren. Dat is toch gewoon mogelijk nee, te doen. pro-halveren. Ja, maar dan blijft, de, dan blijft het echt nog wel spannend, hè? Allemaal. Je moet dat niet overschatten hoe niet spannend het dan wordt. Ja. Je heet het pro-halveren. Ik ben pro-halveren. Ik ben pro-playoffs, pro maar dat halveren hoeft ik mij anti -playoffs. niet. Ik ben anti-playoffs ook. In de NBA heb je, heb je thuisvoordelen. Dat is ook niet te onderschatten, hè? Mm -hmm. Best of five en. Je heb, heb de, heb de Tatum gezien gisteren. Best of 7 van in begin nu al? Oké, okay, sorry. Ik wist dat. Tatum, later. is dat niet Channing? Tatum met dat... Bosch en ik tatum. Dat het de allerlaatste seconde. Hoe ja. heet je dat, Mike? Allee, Leop. Nee, yeah. Nou, nou. No. Oh. Ik kwam gisteren thuis, ik begon te kijken. Dat was echt. Oh, ja, ja, Johannes Woters. Maar je kunt je ook wel een audio dingen van Filip Nathete. Oh, dat is ook wel een kruntje Oh, Tetem. Dat zijn onze <laughs> on crunches van na de 10 miles. Ja, dat gaat. Ik denk, moeten we moeten ons niet verontschuldigen bij een paar restaurants. Door ja, mij. door Filip. Steve, eh, uh, Steven, sorry, het mag er gewoon Ik wil niet dat dat een geweldige sfeer had geweest vandaag. Iedereen is moe precies. Ja, dat Hoe zeer mooi. Man, gewoon. Meatshot. We, we, we moeten. Meatshot ons... <laughs> <We laughs> zijn er, hè? Meatshot. Ja. Niet eh, ja. echt vuil. Nee, in Maven, je hebt het al gedaan met mij. Meetshot. Maar goed, dat doet er niet toe. De winnaar van het Villarreal shirt. Want ik moest de restaurant zeggen. Ja, dus Filip heeft afgezegd, dus ik heb de reservatie moeten afzeggen. Ja, dat is ja, wel erg. Ik voilà. heb afgezegd om een goede reden. Maar ja, ja natuurlijk. Nee, het was niet judgy bedoeld, maar wel een slag... Alleen, dader aanduiden. <laughs> <laughs> uh, dus, we hebben wel Kwik besteld. Dus er had iemand Kwik gezegd. Dus ik vind dat hij gewonnen heeft dan. Oh, okay. En dat was Reza r e e z a -H. Uh, je hebt het voor je eigen bestemming. Ja, ik, heb hier geen, ik, ik zit in mijn, mijn maag. Ja, kijk, echt ik moest ook kiezen wie gewonnen had. Dus die ik? moet wel op YouTube op zijn eigen comment zijn Instagram-naam reageren en dan op Instagram ja, ja, zijn gegevens ja. sturen en dan stuur ik je heb het via de Reza, Goh. Ja, maar ja, ik, ik zie ook dat. geen Ferrier Trant of Maven of. We gaan niet, hè. Maar wanneer gaan we dan wel, jongens? Zullen we na de podcast misschien? Ooit. Ja, want dat komt er niet van, hè. Deze week gaat het ook niet gebeuren, want je gaat. Deze week is vrij deze week is vrij druk. Hij heeft een postverjaardag. Nee, maar ik moet mij concentreren ja. op de Tim Miles, op mijn tijd. Ja. En zeg Stel, mech de, ik... Mechelen, dat is niet meer belangrijk. Chalrois, dat... wat thuis. We moeten daar niet voor. <laughs> <laughs> dat is een zaterdag, hè. er wat thuis, zaterdag. Binnen een man. Dat hey? is uh, Frederik van Heulen, altijd. Frederik. We gaan ja. ons best doen, we gaan ons best doen, hè. Het zijn wel, uh, ja, toch, stevige matchen, hè. Okay. Wat ik mij wel afvroeg, nu dat Gent een beker gewonnen heeft, eigenlijk is die een seizoen nu toch ook ja. gedaan. Ja, die dus gaan er niet meer voor gaan. Hè. Dat is echt volledig gedaan, hè? want die ja. kunnen niet beter dan nee, dat die, die En vooral, allee, die hebben oorlogsslachtoffers. Hè? Ja, ja, dat ook. <laughs> Casualties. Allee, bedoel, die, ja. Hoe gaan die starten? B-ploeg? Bola terug in de goal? <laughs> Reserve. Hmm. Alleen, als die drie van hen spelen, scoort er maar tegen. Bonne ja, 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 chance. Maar zo nee, bijvoorbeeld. Nee. Allee, Heijn gaf zijn ploeg. Maar, ja, die hebben, maar die hebben vijf punten, oh, is vijf punten op ons hebben die, en dan hebben die vier op Charleroi, denk ik. Dat we wel willen winnen, denk als ik. Als die eerste match winnen, dan is het al bijna binnen ook. Nee, geeft hier al op. Nee, maar als Gent eerst... Nee, maar ik bedoel, wij, wij winnen niet van Charleroi. Wij spelen gelijk tegen Charleroi. Jullie winnen Charderwa. niet van Charleroi. Maar stel, Hugo. Ah, stel, hier, stel. Hugo, stel. Hugo, Hugo Kuip. Niet meer lopen, jongen. Nee, maar stel, wij spelen gelijk tegen Charleroi ja. en Gent wint van Genk thuis. Ja, ja. En, uh, ja, kan dan zo moeten ze bijna, dan zijn ze dan zichzelf verplicht om... om... Maar ja, dan is het bijna freewheel. Hè? En wat gebeurt er dan? Want daar ben ik zeer slecht in. Stel nu, zij worden vijfde. Ja. Geen match. Ah, dan ik. wordt er geen match gespeeld. Ja, als Gent nu okay. okay. de wint... Gent... tegen een ander legt, of wat? Ja, <laughs> nee, ja. ja, ja. <laughs> en voor nee, niks. Wel... Gent heeft al een ticket, dus een, dan gaat het ticket naar de vierde. Ja, Oké, okay, een play -1. Zeg, Maar het uh, kan uh... blijkbaar zijn dat, dat de derde ook geen Europees gaat spelen. Ja, als Union vierde eindigt. Dus als Union... Vierde eindigt. Zij hebben sowieso een Europees ticket, nee. omdat zij de reguliere competitie hebben gewonnen, moet er ergens een ticket worden afgepakt, en dan kan het zijn dat een derde, die dan, de, dan moet de derde, denk ik, de baragematch spelen tegen de, de eerste van de Euro Playoffs. En als die dat verliest, ja, dan zijn de derde en hebben je geen ticket. Okay, ja. Zo is het, denk ik. Filip, jij weet dat niet? Nee, 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 helemaal niet ik weet dat helemaal oh, nee. niet. Ik was aan het denken dus de, dat je in een situatie kon komen dat een derde moest proberen vierde te worden, maar dat is niet, hè. Nee, nee, nee. Nee, nee, okay. nee, nee, <laughs> nee ja, zoals je het zei. Nee, nee, dat, nee, dat komt in een situatie. Want als je vierde dat... bent, moet je ook die match spelen. Dus ja, dat maak, voilà, ja, voilà. voilà. Ja, ja, mm. ja. Okay. Okay. Dat je gewoon gefukt wordt okay. eigenlijk door mm. Union. Mm. Maar, dat gaat niet gebeuren. Union kampioen? We uh, nee, gaan die discussie niet nee. beginnen, want het is al lang gedaan, deze aflevering. En nee, ja. ik ben moe. We moeten de, een beetje teasen naar de volgende aflevering. Ja. Steven, jij zegt Union kampioen? Ik denk het nee. niet. Nee. Filip? <laughs> Waarom niet? Kunnen ja. het ze wel, hè? Absoluut, hè? ja. Maar... Je ja, denkt het niet. Het hang, hangt veel af van hoe Anderlecht uh, zich samenveegt. Ja, eerste match tegen Anderlecht, dan op Antwerp. Stel, stel dat ze die eerste winnen. Op Antwerp hebben ze gedomineerd. Ja. Stel... Tegen Anderlecht waren ze ook twee keer beter. Maar thuis, thuis, thuis tegen Anderlecht, daar ja. ze niet echt van. Nee, okay, stel dat ze zes op zes nemen in die match, dan, dan uh, ga je van heel goede huizen moeten komen, hè. ja. ja. Ja, dat is een dikke open deur, maar... Nee, maar dat is niet de open zes de deur. op zes de play-offs begint dat nee. leider... Door wat er nu met Anderlecht gebeurd is, denk ik. Dat de, 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 vind ik een extra stap in dat verhaal. Die hebben wel ah. een, een, een klap gekregen. Uh -huh. Ja, of net niet, hè. Ja, sowieso is dat een klap. Finale verliezen is een klap. Finale verliezen is een klap. Is een klap. Je je zeg, je zegt, je ik noemde net de schade opmeten of zo. De emotionele schade. Geen schade, zegt zeg Ja, we dat kunnen nu nog niet weten, natuurlijk. Er is wel eens... Natuurlijk. Ja, die is er was schade. Ja. Die was ook snel om proficiat te zeggen. Dus ik vond dat wel. Ja, maar stop. Daarin is nee. fans van compagnie echt top, vind ik. Meteen na de match, gentleman wonde ze... dat wel. Ik zag zijn papa helemaal de verkeerde een straat in rijden. Die had... <laughs> het ja, en dan moest hij helemaal terugdraaien, de mensen. Ik heb mijn boete gehad, ja. Stress voor de wedstrijd over een volle witte lijn gereden en de agent ah, ja, ja, ja. Op een zeer arrogante wijze dat wel, maar je ja, had natuurlijk volledig gelijk. Want eigenlijk wil ik zeggen, maar ja sorry, inderdaad, mijn excuses. Bijna aanbieden aan die agent, maar ik kwam zo voor mijn auto staan. Wat denken we dan want aan doen ja, ja, echt zo van, een volle witte lijn, meneer. He, dat weten we nu toch. Ja, gast, schrijf mij gewoon op, ik moet naar de match. Echt, oh, dat kan... Ja, ik weet dat ik fout ben, maar moet ik dat mijn arrogantie... Je schreef zien? gegaan. Ja, gast, ja. Het, is een, het is een lijn op, op een weg met stilstand verkeer. uiteraard is het een boete, maar... Zet ze het een keer in perspectief? Ja. Zeggen maar zeg nu expres dat een outro weer aan het doen? Van vorige week. Ah, nee, nee, nee. nee. Oh, nee. Jij wil zeggen, en Oekraïne, meneer. Ja, maar ik heb dat echt gezegd. Ja. Dat soort mannen. Maar jullie betalen wel mee die boeten, of niet? Uh, wat hadden wij met die match te maken. Nee. Wat is? Je verdient genoeg, Dat We wel speciaal voor. Was maar als je die is de Bekerfinale dat ja, was wat. Nee, nee. Ah. Ik te laat. Sorry, er was hier maar één iemand te laat. Meester Pokeball. Ja. Nu wel, ik wel. Zeggen wij bestaan trouwens één jaar, hè? Echt? Echt? Ah, ja, we zijn. Ja, playoffs, ja. We zijn. Nee. Ja, we zijn vorig jaar begonnen bij de playoffs. Ja, nee. dus... we, zijn... we hebben nu een week te vroeg gevierd al. We moeten volgende week klappen. Kunnen volgende... we misschien eens gaan het was, eten. Het was weer een. Dat <laughs> <laughs> was een teaser. Nee, nee, het teaser. Okay. Was... <laughs> het gelijk. Voilà. Dus volgende week vieren we ons éénjarig bestaan. Wow. Ja. Ga je taart voorzien? Ga je niet, Steven? <laughs> <laughs> Dat is... dus, ja. uh, champagne. Oh, ja, de Max. En uh, Kiddiebill voor Ja. Ja, Kiddiebill voor mij. Oh. Van op standaard. Ja, hatelijk. Was dat Kiddiebill? Ja, score ja, ze scoorde was dat was dut 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 dut. Nee, dat was niet dat. Jawel. Jawel, ja, jawel, jawel. Weet huh? ja, je dat? Nee het, was, dut dut dut. nee, het is een ander geluid. <laughs> <laughs> het is echt een ander geluid. Ik, en ik kan niet vragen, reageer het in de comments. <laughs> Met <laughs> Met <laughs> dat geluid nee, dan is Het is anders dan wat ik deed, denk ik. Net anders. Nee. dat is aanvallen. Dat zijn Dollanders in Maar daar trok het op, Trouwens, wat, okay, wat zingen die Gentfans? Die zingen precies anti-Buffalo. Maar dit kan toch niet anti-Buffalo zijn? Dus daar mocht je wel reageren, Gentfans. Ah, ik heb ze niet gehoord, want ik zat in een ander... maar wat liedje had hij altijd zingen? Anti-Buffalo. Wacht, hè. Reageer het maar buffalo in de AG, AG, Buffalo? A -A buffalo? Van, de, van een AG? Ja, dat is agent. Ja. Ja. <laughs> het is echt wel een late night, hè. Dat was die ene die we beboetten, die agent. Ja, van over de schreef. <laughs> Sorry. Wat is Filip me ja. ja, sorry. <laughs> oh. En wist we wisten de rest ja, okay. Nee, nee. Ja, ik ik hem... We wow. Wat, afronden. Ik heb hem nu... Ik vond hem nog redelijk. Nee. Nee? Ah, ik... <laughs> ja, ik wel, Oké. Okay. Ik snap dat dat niet in het geval was. vond het leuk. Ik vond het ook een leuke aflevering. Een beetje een bekerfinale special, maar we hebben het echt weer over van alles gehad. Dus ik ga je bedanken, Filip, Steven, Sam. Volgende week terug op dinsdag. Wat gaan we nu meteen lanceren, Sam? Nee, dinsdag uh, morgen twaalf uur. Ah, morgen 12. Dus toch... Zet... Nou, dat is wel laat eigenlijk, hè? Twaalf uur is middag, hè? Ja, ja. <laughs> Ik dacht dat we dat nu meteen gingen doen, omdat de mensen... Nee, uh, in de omdat de de tribu veer. het tribuneslot is maandag. En mogen we die gewoon op YouTube lanceren? Uh, Sports, nee, 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 Sports, ja. Sports heeft gezegd dinsdag en twaalf uur. Ja. Oké. Oké, Steven is weg. Ze schoor een benen, Steven? Doe je dat altijd, of niet? Altijd, ja. Dat was een koers of wat met de schacht? Hè? Nee, maar ja, voetballen vroeger veel krampen gehad, veel verzuring gehad, dus altijd uh, massage. Ja, toen daar vroeger wat meer haar op stond, waren altijd uh, uitslagen en zo. Hè. Ah, ja. En nu groeide die haar niet meer terug. Of? Ja, nu ben ik opereerd geweest aan mijn kuiten en zo. Uh, Ze kruisen een tattoo met haar op. Alleen. <laughs> ja, die madame met een snor en zo. <lacht> <lacht> voilà. Oké, okay, dus dan... dankjewel uh, mannen om ons uh, weer naar, een, uh, of naar het einde van een nieuwe aflevering te gidsen. En u, beste of jou, beste voetbaliefhebber. Graag tot volgende week. Bye bye.